These are the questions that you should be asking when we're live. Hij is een hele rare vertoning, is die jongen. Wat is dit? He's like Stuttgart at the moment. VfB Stuttgart can beat Bayern Munich. Een goeie avond, vrienden van de darts. Van harte welkom bij Dubbeltop, de darts podcast der Lage Landen. Welkom opnieuw van thuis uit. De laatste podcast die we opnamen, die was opnieuw in de studio's van Friends of Sports. Een terugblik op het WK, die vooral Belgisch getint was. Vandaag gaan we ze vooral natuurlijk Nederlands getint houden. En daarvoor hebben we ook een Nederlandse gast naast Damien. Damien, goeie avond. Matthias, goeie avond. Leuk om elkaar ook weer via de Zoom te zien. Laatste twee keer was je er niet, dus ik wil je eigenlijk ook weer soort van opnieuw welkom heten bij deze podcast. Beste wensen iedereen. Zeker, beste wensen. Ik weet niet of het nog mag, het is op het moment van opnemen 8 januari, maar we wensen iedereen het beste. Yes, absoluut. En ook natuurlijk de vele Nederlanders op de Tour. En een van die Nederlanders die toch wel een heel mooi parcours heeft afgelegd op het afgelopen WK, die hebben we in onze virtuele ruimte, hè Damien? Ja, inderdaad. Als ik hem mag aankondigen, inderdaad, mijn landgenoot. Hij heeft het goed gedaan op het WK. De laatste 32 gehaald. Hij heeft iets gepresteerd wat ik van tevoren niet had verwacht. Hij won van Luke Woodhouse en daarna Josh Rock. Jij zit al verbaasd te kijken. Ik verwacht het echt niet, Barry. Goedenavond, Barry van Peer. Goedenavond. Hallo. En bedankt. Ja. Beste wensen allemaal natuurlijk. Ja. Leuk dat je bij ons aan wil komen schuiven vanavond. Ja, geen probleem. Dat is leuk, toch? Ja. Barry, we zijn nu al enkele dagen sinds die geweldige finale van het WK tussen de twee Lukes. Het lijkt eigenlijk al zo lang geleden dat jij nog op het podium stond in Alexandra Palace. Hoe kijk je er nu enkele weken later op terug op het WK? Ja, natuurlijk heel goed. Mooi debuut gemaakt. Toch twee mooie wedstrijden kunnen laten zien. De derde heb ik wel het gevoel gehad dat ik hem eigenlijk... Ja, een beetje weggegeven heb, en dat is wel een beetje kloten. Maar daar kun je niks van doen, dat zit gewoon in het verleden en dat steeds, ja, daar leer je van. Alleen buiten dat ben ik zeer tevreden. Dus mooi weg, hè? Heb je er een beetje ook van kunnen... Ja, zeg jij maar. Het voelt ook heel lang geleden al, voelt het al, hoor. Het voelt echt alsof ik al een maand thuis ben of zo. Ja, het is gek, hè? Het gaat zo snel op dat WK. En er gebeurt ook heel veel in die latere dagen, dat het inderdaad zo ver lijkt al, hè? Ja, maar ook gewoon die finale van Humphries tegen Lidler, die voelt ook alweer zo lang geleden, omdat er daarna ook een Premier League line-up bekend is gemaakt en allemaal ander nieuws, weet je. Dus dat voelt ook al gewoon weer lang geleden, terwijl dat vorige week nog was. Gek is dat. Ja, de goede tijden vliegen voorbij, zeggen ze altijd. En net na het WK heb ik altijd het gevoel dat als de finale klaar is, dat het echt gewoon... het is maar een week naar de rand, zeg maar. Dat is een beetje alle aandacht van het WK. En dan zit er een kleine pauze, weet je wel. Dan begint Q-School gelijk. En dan gaat iedereen focussen op Q-School. Ja, dat dan merk je de 2K niet eens meer. Nee, jij bent gelukkig niet op Q-School. We gaan nog veel over Q-School hebben, denk ik. Toch, Matthias? Ja, daar komen we zo meteen op terug. Maar we willen misschien ook nog eerst even vragen, Barry. Vooraf leek het wel alsof je in een moeilijk quarter zat. Hè, te beginnen met Luke Woodhouse. Nadien Josh Rock. Je komt in de derde ronde uit tegen Damon Hetta. Dat zijn allemaal stevige namen, stevige wedstrijden. Heb je ergens toch kunnen genieten ook van je debuut WK? Jazeker. Iedereen zegt altijd van ja, je moet niet genieten, maar je moet iemand kapot maken, weet je wel, en dat soort dingen. Maar ik heb echt genoten, weet je wel. Ik heb gewoon tijdens mijn eerste wedstrijd alleen al heb ik gewoon laten zien van nou jongens, ik ben hier om verder te komen. Niet om zomaar te lopen sukkelen, zeg maar. En toch heb ik op dezelfde moment ook gewoon genoten van mijn wedstrijd zelf. Van mijn support, van alle fans, noem maar op. Het was voor mijn gevoel gewoon geweldig. En dan met moeilijke tegenstanders en daarvan te winnen is natuurlijk gewoon een geweldig gevoel. Ja. Waardoor het natuurlijk nog iets beter wordt. Ja, ik kon ook wel genieten van je opkomst. Matthias, jij vindt het wat minder, toch? Dat soort muziek. Ik in mijn jeugdjaren en nog steeds durf ik naar hip-hop muziek luisteren, dus dan is denk ik de muziekstijl die Barry van Peer hanteert een soort van ander uiterste, denk ik. Ja, ik dacht, kijk maar uit wat je zegt, ik hang op, hè. nee, ja, het is niet iedereen zijn smaak, weet je wel, dus maakt niet uit.
En dat hoeft ook niet. Dat maakt het Nee. juist zo leuk, zo divers. Wat ik toen tijdens mijn live heb gezegd, van kijk, als er nog wat mensen in Halepalli aan het slapen waren, aan het indommelen waren, dan waren ze zeker wakker geschud met de muziek van Barry. Ja, toch? Ja. Ja, lekker. Ja, want die vind Moet je kunnen, eigenlijk hoor. dat naast jouzelf ook een leuke walk-on heeft? Oeh. Wij zelf wel lekker Nou vindt. ja, het ergste is dat ik dit echt moet gaan zeggen. Ik heb van hem verloren, maar Demonetta is dit jaar heel goed bezig met zijn walk-ons. Het is elke keer wat Ja. anders. En dat vind ik wel leuk. Maar ja, dat is natuurlijk niet iemand die altijd hetzelfde heeft. Dus dan kun je ook niet echt peilen van of hij wel leuk gaat zijn, ja of nee. Nee. Ja, ik vind qua mooiheid vind ik dan bijvoorbeeld net die van Aspinall, weet je wel, of van Joe Cullen. En ik heb dat hele publiek meezingt, dat is echt super geweldig. Ja. Ja, en buiten dat, ja, net een Ricky Evans of zo, weet je wel, die mijn hele publiek gewoon helemaal gek maakt met The Village People. Ja, Ja. ik vind dat wel leuk. En wie vind je een van de meest vreselijke walk-ons hebben, als ik dat mag vragen? Oeh. Of Oh, waarvan je zegt dit. van, ah, daar heb ik niks mee. Nou, bij het begin vond ik het niet zo erg, maar tegenwoordig, elke keer als het op de radio maar komt, dan zijn zelfs mensen om me heen zeggen van, dat liedje ben ik wel zo beu. En ik denk alleen maar aan Dimitri van den Berg. Oh nee, Dimitri, och arme Dimitri. Ja. sorry, maar ik word dat liedje wel zo beu. Ik vond dat een leuk liedje. En toen had ik op een gegeven moment Premier League en zo. En toen had ik op een gegeven moment echt van, ik heb het liedje nu elke week gehoord. En nu ben ik hem zo beu. En ja, ik weet niet. Het is gewoon, ja, het is niks voor mij. Ja, ik vind het wel een leuk liedje, maar niks meer voor mij. Alleen er zijn ook wel een aantal andere nummers of zo dat ik denk van, oké, okay, Ja. je moet niks anders kiezen, maar het zou wel misschien wat leuk zijn, maar het is niet dat ik nu even in één keer kan zeggen wie dat zijn of zo, maar Nee. Weet je welk liedje of welke walk-on al een heel week door mijn hoofd speelt, mannen? die van Littler. I'm ready to go. Ja, bij mij Oh, ook. Ja, oh. bij Heel de dag door zit dat in mijn hoofd. I'm ready to go. Oh, mij oh, vreselijk. ook. Ja. Dan denk ik als de werkdag bijna voorbij is, I'm ready to go. Ja, Dat is Nee, een goeie. maar ja, dat is ook wel, moet ik zeggen, dat toen de eerste keer dat ik hem op zag komen, dacht ik van mezelf, nou, wat is dit voor nummer, weet je wel, bij het begin denk ik van, Ja, dat je die kent is dit nou natuurlijk. echt de jeugd van tegenwoordig? Ja. En ik kende het ook niet echt. En ja, toen begon hij een beetje zo op te pompen, zeg maar, en een beetje het publiek mee, en dan, nou, het Ja, was toch wel, maar je toch wel zegt leuk. jeugd. Je zegt jeugd, maar Pitbull wordt relatief vaak gekozen als artiest voor walk-ons. En zeer divers, want ook Peter Wright, die toch al een paar generaties ouder is, die komt ook met Pitbull op. Dat wel, maar ik bedoel, het was meer een beetje van wat voor muziek smaak ik zocht bij een 16-jarige jongen op dat moment, Ja, zeg maar. ja, ja. Ja, ik dacht, nou, wie weet waar die mee opkomt, weet je wel. Want je hebt allemaal van die rappers tegenwoordig, wat helemaal populair is. Ja, toch Pitbull? Pitbull is toch populair, want Godzijdank Saus heeft het volgens mij ook. Ja, Ja, klopt. klopt, klopt, Ja. klopt. En wie Dus kwam ja, er er zijn ooit er eens al met minimaal drie. Fireball op? Wie was dat nu weer? Jamie Lewis. Jamie Ja, Lewis, ja. inderdaad. Ook Ja, een ik ga mij geweldig niet nummer. vragen Barry. om wie wat heeft wel. Ik weet echt heel veel van dachten. En van Walk-ons. En van weet ik veel. Ja, noem maar op. Nou, En het gelukkig, ergste daarom is heb dat ik je dit ook. gewoon bij de. Ik hoor Fireball en denk, oh ja, dat is Jamie Lewis. Ja, triest. Goed, Heel dat wat triest. betreft. Dat wat betreft de walk-ons. Straks gaan we eigenlijk tot in detail, Damien, kijken naar het WK van de Nederlanders. Maar jij wilt eerst door een paar actuele zaken fietsen. Ja. Ja, maar was vandaag inderdaad. Aardig wat dingen werden bekendgemaakt. Bijvoorbeeld, wat voor Barry natuurlijk ook heel interessant is dat prijzengeld, dat vind ik toch het kleinste nieuws, is dat prijzengeld van de Players Championships omhoog is. Je krijgt nu bij één overwinning minimaal 1000 pond. En als je het toernooi wint, zelfs 15.000 pond. Dat is wel een aanzienlijke stijging, toch, Barry? Dat is zeer goed te doen. Ja. Kijk, dit is natuurlijk voor heel veel mensen een grote keuze als ze naartoe gaan halen. Of ze wel kunnen gaan werken, ja of nee. Want ja, het zijn natuurlijk veel vrije dagen die je nodig hebt. En niet elke baas kan daarin meewerken. Daarom stop ik zelf ook met mijn baan eind deze maand. Want wat deed je, als ik vragen mag? Ik was gewoon heel simpel een magazijnmedewerker.
Of gewoon lekker bezig te zijn. Het Ja. is niet echt mijn opleiding of zo wat ik in gebruik heb genomen. Het is gewoon simpel. En ze hebben me altijd geholpen met vrije dagen die ik nodig had. Alleen ja, van mensen die nu het risico gaan nemen, daar is het natuurlijk helemaal fantastisch voor. Ja. Ja, of ze natuurlijk gaan winnen is natuurlijk de vraag. Of ze genoeg gaan winnen is de vraag. Maar het is niet wel een mooie stap. Ik moet wel zeggen, er zijn heel veel klachten over dat als je één keer wint, krijg je 1000. En als je twee keer wint, krijg je 1500. Dus voor je eerste winst word je beter betaald dan voor je tweede. Dat is wel gek Wat wel inderdaad. Iets misschien van te wat zeggen. apart is. Maar aan de ene kant snap ik het ook weer wel. Ik weet niet. Ja, Ja, het is niet mijn keuze, weet je wel. ik ben sowieso wel voor de onderkant iets meer belonen om het zeg maar te professionaliseren. Zoals dat ik had heel erg gehoopt dat er een bepaald startbedrag was voor tourkaarthouders. Hè? Want nu heb je sommigen die komen dan naar Engeland toe en die verdienen gewoon helemaal niks in een weekend. Ja, ik zou dan voor pleiten om gewoon te beginnen op 20.000 pond voor iedereen die een tourcard houdt. En dan wat daar bovenop komt, dat verdien je extra. En dan krijg je die 20 niet meer terug. Maar dat je sowieso dus 20.000 pond zou krijgen. Weet je, dat je een startbedrag hebt. Nou, ik denk dat jij bij de proto's hebt rondgelopen, want dit soort praten zijn wel geweest. Ik heb dit wel vaker Dat gehoord, inderdaad. Ik heb een beetje gepikt. het een beetje. Dat mensen het een beetje over hadden, zeg maar, van dit zou misschien wel kunnen gebeuren, want bij het snooker hebben ze het ook. Ja, Blijkbaar, ik voor wist mij het hoorde ik het zelf in niet, maar daar dartpraat komt het vanaf. inderdaad. In dartpraat waar jij zat, hadden ze het voor mij over inderdaad. Over dat het bij snooker inderdaad ook is. Ja, dus ik dacht nou dat ze ook wel fijn zijn, maar ja, als je dan bijvoorbeeld. Ja, ik noem het op. Als je toch best wel hoog op de ranking staat, dan kreeg je dat niet. Dat snap ik ook wel. Want dan verdien je meer dan genoeg. Maar bijvoorbeeld de mensen die net beginnen, die hun werk gaan opgeven om professioneel darter proberen te worden, daar is het juist het mooiste voor. Ja, de PDC, Barry Ryan heeft ooit een keer gezegd: ik ga geen mensen belonen die niet winnen. Ja. Dus ja, aan de ene kant heeft hij nu wel gelijk. En aan de andere kant heb ik zoiets van: ja, bij snooker doe je het wel, waarom bij ons Ja. niet? Aan de andere kant denk ik ook, als je mensen beloont met een minimaal startbedrag, zal ik maar zeggen, ga je misschien ook minder afzeggingen hebben. Zoals je dit jaar met de Peter Wrights en met de Aspinalls, die zoiets hebben van ja, ik laat het wel varen. Terwijl als ze dan minimaal 1000 pond al telkens bijkrijgen. Oké, die mannen die moeten het misschien niet doen voor die 1000 pond. Ik geef misschien slechte voorbeelden. Maar dat kan misschien wel helpen voor minder afzeggingen te hebben voor die vloertoernooien. Of zie ik Ja. dat verkeerd? Ja, ik denk misschien van wel, maar ja, aan de andere kant hebben we ook zoiets van ja, wat is voor mij die 250 pond voor het toernooi nou, weet je wel. Dat zullen ze ook wel denken, ja, wat kiezen ze daarboven? Hoeveel is het waard voor hun om daar naartoe te komen? Kijk, tuurlijk, ze kunnen nu 15.000 pond winnen per toernooi. Maar stel je wint er. Ik zou maar zeggen, al winnen ze maar één per jaar. Voor 15.000 wat erbij komt op je ranking. En waardoor je steady door blijft gaan op de ranking. En eventueel plaats voor andere toernooien. Ja, hoeveel moeite gaan ze doen? Hoeveel tijd met de familie willen ze hebben? Hoeveel reizen willen ze hebben? Want ja, volgens mij zitten ze allebei in de Premier League. Ja, het is een keuze. Ik denk dat ze sowieso tijdens de Premier League tijd. Of juist denken van extra training, of ze denken van nou, zoek het uit. De Premier League betaalt mij genoeg. En die proto's laten we stikken. Ja, dat zullen we gaan zien. Ja, inderdaad. Ja, het wordt afwachten het komende jaar. Inderdaad, we hebben nog een paar andere nieuwtjes. De World Series is de line-up voor bekendgemaakt, hè, voor de Dutch Darts Masters. Zit je er niet bij, Barry. Voor dat balen trouwens? Of had je Oh het ja, ik snap. misschien wel Nee, verwacht? ik sta. Nee, daar was ik niet voor geplaatst hoor. Nee, ja, voor mij is het een beetje een onduidelijke kwalificatie, vind ik wel, toch? Volgens mij, als ik nog een wedstrijd had gewonnen op het WK, misschien wel, maar ook weer net niet, denk ik. Maar ik weet niet zeker. Maar dus, ik weet niet hoe je moest kwalificeren. Volgens mij moest je de top 8 van Nederland staan of zo. Ja. Ik durf het niet te zeggen, want Kevin Doets is volgens mij de laatste die geplaatst was. Ja. En die staat echt een randje top 5, top 4, 6 van de wereld. Dus. Ja. Ja, inderdaad. Volgens mij staan er maar precies 7 boven hem, dus. Ja, wat ik vooral gek vind is dat ze noemen het de Benelux qualifiers dan. Inderdaad, ze hebben het van de ranking genomen. Dimitri van den Berg zit er dan wel bij, terecht natuurlijk. Maar dat Kim Huijbrechts en Mike de Dekker zitten er bijvoorbeeld niet bij. Terwijl, ja, die horen daar dan ook gewoon tussen, vind ik. Boven een Kevin Doets bijvoorbeeld. Gek is Of een dat, toch? Vincent van der Ja. Voort. Vincent van der Voort, inderdaad. Vriend van de show.
Vriend van zo, hey. Nee, maar ja, weet je, ik vond het. Wat ik bijzonder vond eigenlijk, eerlijk gezegd, is het is een invitatietoernooi. Dus het is gewoon wildcard weggeven aan mensen die ze willen hebben. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik heb net zo'n Walcon gebashed. Sorry. Maar ik had hem niet uitgenodigd op dit moment qua resultaten. Ja, waarom ze dan de top 8 van Nederland pakken? Geen idee. Dat zal hun standaard procedure zijn. Maar ik bedoel, ja, had dan bijvoorbeeld zo'n Scott Williams die de halve finale van het WK haalt, gewoon uitgenodigd. Gewoon als een soort van: goed gedaan, jongen. Je mag één zo'n toernooi meedoen. Hey, tot ziens. Dat soort mensen, weet je wel. Die hebben gewoon een goed WK gedraaid. En in de kwartfinale stond volgens mij ook. Wie stond er even kwartfinale van het WK, joh? Nou, dat maakt niet uit, maar. Dolan, Dolan, Dobie. Nou, net zo'n Dolan, weet je wel. Ik vond een steady jaar gedraaid. Gewoon best wel goed. Al van die grote. Van topspelers gewoon afgeslacht op het WK of zowat. Ja, niet super goed misschien wegen Anderson. Maar dat soort spelers, weet je wel, die geeft die een keer gewoon een gunfactortje, weet je wel, van jongens, dit is het. Ik snap dat het zit heel dicht bij België, dus er komen heel veel Belgische fans misschien. Maar ja, daar moet het niet om draaien, weet je wel. Het hoeft ook niet alleen maar Nederlands te zijn. Het nodig gewoon de mensen uit die gewoon, ja, die volgens de PDC kaarten binnenhalen natuurlijk. En natuurlijk mensen die wat bereikt hebben de afgelopen paar weken misschien. Ja, want voor de duidelijkheid, de beste 8 van de PDC, zeg maar de top 8 spelers van de PDC die ze hebben uitgenodigd, dat zijn dezelfde als de Premier League: Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Michael Smit, Gerben Price, Rob Gross, Peter Wright en Nathan Aspinall. Ik had daar ook wel wat variatie in gehoopt, Matthias, had jij dat ook niet? Ja, sowieso. Want ja, in een andere podcast die wij deden, heb ik al een paar keer zelf de opmerking gegeven dat ik het wat te vroeg vind voor Luke Littler om zo vaak voor de leeuwen gegooid te worden. En het wordt alleen maar vaker en vaker als je het zo ziet. Want hij wordt dus niet alleen uitgenodigd voor de Premier League, wat al vrij pittig gaat zijn voor die jonge kerel. Komt nog eens World Series bij ook nu in het begin van het jaar. Dus als hij daarnet, of als hij zei na het WK, ik ga mijn pijlen even aan de kant leggen, het zal niet gebeuren voor Luke de Nuke. Nee, hij gaat uitgemolken worden, hè, Barry? Ja, dat is eigenlijk slim en dom van de PDC tegelijk. Leg uit. En Die jongen misschien ook van zijn eigen is 16. entourage. Ja, Moeten die ook niet zo'n beetje kijken en schipperen en managen, zal ik maar zeggen, van kijk Luke, doe dit wel, doe dit niet misschien, zeg maar wat. Nou ja, eerlijk gezegd, ik vond Gary Anderson iets heel moois zeggen in zijn interview bij het WK van: luister, jullie hebben George Rock kapot gemaakt met je media. Moet ik zeggen, ik won dan wel van George Rock op het WK, maar bij de Player Championships verliest hij bijvoorbeeld met 150 gemiddeld of zo. Ja. Hij is niet helemaal kapot. Hij is niet helemaal Nee. kapot gemaakt. Het is gewoon even net wat pech, klaar. Ik gooide ook gewoon een prima wedstrijd in. Nou, hij gooit net geen dubbels, jammer, net pech. Maar ik bedoel, deze jongen is 16. De wereld van nu is van social media. Dus die jongen die heeft de tijd van zijn leven. Hey, Ja. die volgens mij heeft nu al 1 miljoen volgers op Instagram of zo. Bijna wel, Niet ja. normaal. Ja, het wordt alleen maar erger. En van zo'n jongen is er natuurlijk. Die gaat naar zijn. Als je terug naar school zou gaan, zo van: jongens, moet je kijken, ik heb 1 miljoen volgers. Ja, dat van zo'n jongen is dat fantastisch. En £200.000 gewonnen. Is ook wel lekker om mee te Ja, kunnen zeggen. dat zal hem misschien wat minder interesseren op dat moment. Maar daar kan hij FIFA-punten van kopen, zag ik. Ja, inderdaad, dat had hij gezegd. Ja, groot gelijk, jongen. Dus dan kan hij volgend jaar kan hij weer in de prullenbak gooien. Maar ik bedoel, al die media-aandacht is goed. Ook voor zijn sponsoren natuurlijk. Hey, alles wat op zijn shirt staat, dat komt zo vaak in beeld. Alleen ik vind eerlijk is eerlijk, hem uitnodigen om een World Series toernooi te gooien in Nederland. Helemaal top. Maar om dan ook helemaal mee naar Bahrein te gaan en zo, dat vind ik misschien iets te vroeg. Maar dat gaat Ja. misschien weer een tikje te ver. Hij is natuurlijk al heel veel weg met de Premier League. En dan ook nog 2 World Series. Ja, luister. Hij kan ook gewoon nee zeggen. Maar alles is geld, hè? Die jongen moet natuurlijk zoveel mogelijk geld in zijn carrière erbij sprokkelen. Ja. En daar denkt hij ook natuurlijk aan. Hij denkt: als ik nu zoveel geld pak, dan hoef ik het straks niet te doen. Dan heb ik geen druk. En Nee. ja. Ja.
ja, dan moeten wel mensen zijn die tegen hem zeggen van jongen, pak nou eens even je rust. Er zijn genoeg professionals die dat hebben gezegd van jongen, zorg dat je niet er helemaal op gaat. Maar zorg dat je ook gewoon op tijd zegt van nee, dat moet hij nog leren. En dat is iets, ja, dat moeten de mensen om hem heen misschien wel zeggen. Ja, Ja. wie weet, we Maar gaan het zien. ergens heb je volledig gelijk. Hè. Iemand anders in onze podcast had al gezegd: je moet het ijzer smeden als het heet is. En het ijzer is bij Luke Litter is loeien heet. Hè. Mag ik nog één ding erop inpikken op Gary Anderson zijn uitspraken? Zeker. Ik vond dat hij zeker waarheid had in zijn uitspraken. Because we have another youngster called Josh Rock that all use press and everything else have absolutely destroyed. So if it ever goes tits up, we'll look, give yourselves a pat on the back because that's the way it's going. Let the boy play darts. Oké, Josh Rock werd ook snel bestempeld als een toekomstig wereldkampioen, maar die werd bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor het jaar nadien in de Premier League, na dus twee WK's terug, zal ik maar zeggen. En heeft hij zo'n slecht jaar gedraaid? Vier vloerfinales, één finale op de Eurotour. Ik vind dat, oké, hij heeft niks gewonnen, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat er heel veel spelers tekenen voor vier vloerfinales, hoor. Ja, maar op de majors heeft hij niets laten zien. En ik denk dat de verwachting. Hij is nog hartstikke jong natuurlijk. Hij is voor mij Ja. 22. Hij is nog hartstikke jong, maar de verwachtingen lagen denk ik wat hoger. Niet te vergeten, alleen Damon Hetta heeft op de vloer, op die 30 vloertoernooien, meer zegens behaald dan Josh Rock. Ik vind dat geweldig hoor, sorry. Dan ben ik misschien te Ja. kritisch. Ja, ik denk dat Josh Rock toen heel snel omhoog is gegaan. En dat mensen zijn gelijk zeiden van ja, wereldkampioen komt eraan en noem maar op. Weet je, dat is bij Luke Litter. En bij hem viel het dan op een gegeven moment gewoon net niet. Of het zat gewoon net niet mee. Net zoals ik zeg tegen volgens mij zeg Clemens bij de Player Challenger Finals. Dat hij 115 gemiddeld gooit en eraf vliegt. Ja, Ja. luister, hij had elke andere wedstrijd misschien wel gewonnen. Ja. En dan vliegt hij eruit. En anders staat hij misschien wel in de halve finale of de finale. Ja. Het mag één keertje meezetten. En dan gaat zijn jongen natuurlijk nog een eind door. Maar ja. Luke Littler, moet ik zeggen, die had er ook tegen Gilding uit kunnen vliegen. Ja, had gekund, maar het is niet gebeurd. Nee. En Josh Rock gebeurt het wel. En ja, die is nu even. Sorry, mijn fout. Doei, Is nu Josh. even niet succesvol geweest dit jaar. Ja, Maar ja, die jongen heeft wel vier finales gehaald, net als wat Dia zegt. Maar ja, vier finales teken je voor. Ja, tuurlijk, dat teken je sowieso voor. Alleen, ja. Je moet wel wat winnen volgens de PDC natuurlijk. En ja, als je niet wint, dan hoef je ze niet. ja, nee, nou ja, Klopt. bij deze dan de excuses richting Josh Rock van jouw overwinning. Ja, als we dan naar Bahrein kijken, dan zijn bijvoorbeeld Ilagan is daar uitgenodigd, Nebreda is daar uitgenodigd, Manlock Leung, Muramatsu, een beetje de gebruikelijke namen wel. En dus ook die acht PDC-toppers. Dat zal eerst zijn en daarna gaan ze naar Nederland. Laten we dan even een brugje maken, want Littler gaat dan op woensdag gaat hij ook bijvoorbeeld Eurotour Qualifiers moeten spelen. Nou, daar is bijvoorbeeld ook nu nieuws over geweest dat kwalificatie, ja, criteria gaat ook helemaal op de schop. Even voor de duidelijkheid, de top 16 van de wereld is dus altijd veilig. Wordt aangevuld met de geschonden van de top 10 van de Pro Tour. En dan komen er nog wat qualifiers bij. Er zijn bijvoorbeeld nog maar 10 via de Pro Tour. Via het kwalificatietoernooi zijn er te halen in plaats van 24. En dan heb je nog Host Nation qualifiers en allemaal andere ingewikkelde qualifiers in ieder geval. Ja, wat vinden we van deze veranderingen? Ja, vernietigend. Vernietigend voor? Voor de mensen die daar helemaal onderaan van berekening komen. Zoals Die nieuw jij. zijn, zeg maar, zoals ik. Ja. Tuurlijk, als je gewoon goed gooit, dan haal je gewoon die qualifiers, geen probleem. Maar ja, voor de top 16 wordt het leven gewoon veel makkelijker. En voor alles wat daaronder staat, is het gewoon veel moeilijker. Om ze in te halen, bijvoorbeeld. Er is ook weinig variatie meer, als dat zo doorgaat. Eenheidsworsten. Ja. Ja. Het wordt een beetje een eentonig iets, denk ik zomaar. Vorig jaar heb je natuurlijk altijd wel iemand die dan een keer uitschieter toernooitje heeft. Kijk naar bijvoorbeeld Wesley Plezier, die heeft vorig jaar heel goed gegooid op de Eurotour. En die jaar daarvoor ook. Haalde natuurlijk niet veel Eurotours, maar hij kwam wel een keer ver. En dat vinden mensen fantastisch om te zien. Hey, ze willen zo'n
ja, ik zou maar zeggen, een random speler uit het toernooi, die willen ze dat ze wegkomen. En dat die de grote spelers gaan verslaan. Dat vinden ze top. En dat ga je nu, ga je dat gewoon veel minder zien. Mensen gaan minder Eurotours kunnen spelen. Minder verrassingen. Noem maar op. En ja, ik denk dat het een beetje ja, saai gaat worden. Mensen zeggen ook van het is een soort world matchplay, maar dan gewoon met een gratis rondje opvulling of zo. Daar lijkt het Ja. heel erg op de World Matchplay, inderdaad, plus 16 deelnemers. Dus ja, ik snap het zelf niet, maar ja, PDC bepaalt het, hè? Dus we moeten ermee leven. En waar ik nog gekker van word trouwens, is het feit dat ze nu vier startplekken gaan geven aan die Host Nation Qualifiers. Oké, wij in België, wij hebben nu voor dit jaar een extra Eurotour erbij. Dus op zich is dat ergens wel leuk. Maar ja, we moeten wel natuurlijk het gehele plaatje bekijken. En de meeste van die Eurotours vinden nog altijd plaats in Duitsland. Er waren al zoveel kansen aan Duitsers met die Host Nation Qualifiers. Nu worden dat er vier. Ja. Is het bekend hoe die vier worden ingedeeld? Dat heb ik eerst echt gemist. Worden dat gewoon vier qualifiers of worden bijvoorbeeld de eerste twee van de Pro Tour beschermd uit België dan bijvoorbeeld? Dus dat hebben ze niet bekendgemaakt verder, hè? Ik denk ja, dat het hetzelfde principe blijft, die Host Nation Qualifier. Dus vier startplekken voor, laat ons zeggen, niet profspelers uit dat land die dan een aparte kwalificatie houden de donderdag ervoor. Ja, want nu was in principe wel natuurlijk dat de top 2 was beschermd. En dan 2 voor tourkaartloze spelers. Maar het lijkt er nu op alsof het inderdaad gewoon 4 zonder tourkaart worden. Ook wel gek, denk ik. Ja. Krijgen gewoon 4 amateurs krijgen dan de kans boven spelers die hun geld ermee moeten verdienen. Zoals bijvoorbeeld Barry. Ja, Toch gek, het toch, is, hè? ja, het is gewoon een nieuwe regel en daar moeten we mee leven. Alleen, ja, ik vind vier Host Nation qualifiers gewoon veel. Ja, te veel. Maar ja, dat is alleen veel als je gaat tellen hoe vaak het in Duitsland is. Die Duitsers hebben zoveel toernooien, zoveel kans. En vaak zit er altijd wel iemand tussen dat je denkt van, nou, laat mij jou de eerste ronde krijgen, dankjewel. Ja, ik ben benieuwd hoeveel Duitse tourkaarthouders ze gaan hebben dit jaar. Ik zag toevallig vandaag een paar resultaten hier en daar. En ik zag dat Max Hopp zich wel prima stond te gooien. Ja, klopt. Maar die kwam niet zo super ver volgens mij. Maar ja, er zijn wel een aantal Duitsers die wel wat puntjes hebben gepakt om naar de final stage te gaan natuurlijk. Alleen ja. Ja, ik denk dat alle beste darters van Duitsland buiten Max Hopp zijn, maar al op de tour staan zowat. Dus die qualifiers, ja, dat wordt misschien wel gewoon minder niveau daar. Maar ja, als je dan een Host Nation qualifier in Nederland hebt of in België, ja, dan is het gewoon zoveel anders. Het niveau gaat gewoon Ja, zo anders zijn dan in het Duitsland. lijkt alsof de PDC daar dus inderdaad wat verandering inbrengen. En dat de PDC Europe-tak dan heeft gezegd van ja, maar ho, wij willen dan als passement iets anders. En dan lijken die Host Nation qualifiers, die vier plekken, een soort zoethoudertje te zijn, heb ik zo de indruk. Ja, eens. Ik heb ook wel heel erg dat gevoel inderdaad, dat puur is om vooral de Duitse spelers, want PDC Europe is natuurlijk Duits, om die heel erg te beschermen inderdaad. Omdat de plekken worden ingeleverd, maar dat hier in ieder geval nog genoeg Duitsers dat er zijn. Ja, ik zag ook alweer genoeg klachten dat er al veel te veel toernooien in Duitsland nog steeds zijn. Ja. PDC Europe zit in Duitsland. De Duitsland verkoopt de meeste kaartjes. Ons prijsgeld krijgen we waarschijnlijk alleen maar zowat van die kaartjes alleen al. Ja, waarom zou je het dan niet in Duitsland doen, zou je zeggen? Maar ja, het wordt een beetje eentonig misschien. Misschien dat ze ooit een keer een, ik noem maar wat op. Je hebt nu in Zwitserland heb je natuurlijk een aantal goede spelers. Maar hoe groot is daar de darts community, zeg maar? Als kun je in Zwitserland een Eurotour doen. Denemarken, noem maar op. Scandinavische Gaan landen we gewoon dit een jaar naar keer een Zwitserland, Eurotour. toch? Ja, ik begrijp het niet. Waarom wordt er in geen Niet Scandinavisch gezien. land een Eurotour gehouden? Dat snap ik eigenlijk niet. Ja, in Zweden of Nou, zo. dat kan ik heel simpel uitleggen. Ik zal alle vier landen zal ik maar meepikken. Finland wordt namelijk niet meer Scandinavisch. Oké. Nou, Finland heeft wel een aantal goede spelers, maar niet veel. Het is dan niet zo groot. Dus daar gaat het sowieso niet worden, niks worden. Noorwegen kennen heel veel mensen, dachten niet zo goed. En mensen die dachten, die wonen overal in heel het land.
Dus je zult niet snel gaan vliegen om naar een Eurosport te komen kijken. En dan zal die zaal ook nooit vol zitten. Denemarken is wel vrij groot met DAF tegenwoordig. Was steeds groter, blijkbaar. Daar zou je het ook wel eventueel een keertje voor kunnen krijgen. Maar ik weet niet of het interessant genoeg is voor de PDC. De Eurotour, of die World Series heb je daar wel eens een keer gehad. Dat is wel prima gegaan. En Zweden is dan het grootste dagland in principe daar. Alleen dan moet je echt alles in Stockholm doen. En ja, of er buiten de dag zelf mensen komen kijken, is dan de vraag. Nou, Zweden zou ik wel Ja. graag willen zien natuurlijk met Jeffrey de Graaf en Dennis Nilsson. Lukasiak vind ik ook een goede darter die op de World Cup was. Dus dat zou misschien nog wel interessant zijn. Ja, wat ik ook vooral vind nog is dat je maakt de Players Championships minder belangrijk voor de Pro Tour ranking nu. Omdat die top 16 spelers kunnen dat nu veel eerder skippen. Want bij de Eurotour zijn ze toch en anders moesten ze daar altijd hun centjes verdienen. Zie je Ja, allebei alleen instemmen dus knikken? voor de Players Championship Finals heb je natuurlijk nog steeds wel kwalificatiegeld nodig. Ja, tuurlijk, Dat maar is als je daar één. twee, drie goede toernooien Maar speelt, dan ben je er. In principe. ja, maar hun hebben ook zoiets van ja, wat stikt mij die Players Championship Finals nou? Dat is een van de mindere toernooien van het jaar, vinden ze. Ja, dan Dat is geef zeker ik ze goed waar. gelijk. Ja. Maar ja, Ja, weet je, dit, de mensen die kunnen skippen, zijn meestal de mensen die toch meer dan genoeg verdienen om gewoon altijd op diezelfde plek een beetje rondhangen. Weet je wel, top 16, top 10. Het zijn altijd de mensen die daar staan die dat een beetje skippen, weet je wel. Ja, Ja. klopt. Maar ik denk Die wel kunnen dat er. dat zijn. Die hebben de Maar luxe. ik denk wel door een aantal prestaties van een aantal darters dat toch veel mensen dit jaar gaan nadenken. Als je kijkt, Peter Wright en Aspinall hebben heel vaak een vloertoernooi laten skippen, waardoor dat ze niet in de top 64 terechtkwamen, niet hebben meegedaan aan de Players Championship Finals. En ik heb zo'n beetje de indruk dat ze daardoor de laatste ultieme test richting het WK gemist hebben. Dat ze die wedstrijd of dat wedstrijdritme niet in de armen hadden. En dat heeft hun meteen tot de exit geleid op het WK, heb ik Ja. zo'n beetje de indruk. Ja, Aspinall, Wright en Noppert, hè, die waren gelijk klaar ook op het WK. Dus het zit wel Ja. een klein verband in natuurlijk. Ja. Ja, dat wel, dat wel. Ja, kijk, dan moet je wel zien. Bij Aspinall en Wright vind ik dat nog niet zo. Heb ik er niet echt een fatsoenlijke reden voor, zeg maar, dat ze dat er nog iets mee extra's kan gebeuren of zo. Nee. Peter Wright misschien een nieuw setje pijlen. Maar ja, Danny was toevallig net vader geworden, weet je wel. Rond die tijd. Ja, dan moet je die gewoon overslaan. Want ja, hij heeft gewoon gezegd: luister, ik kan wel meedoen, maar ja, dan zit ik te gooien van: nou, ik wil naar huis, want mijn vrouwtje gaat bevallen. Ja, dan zit je dan weer in je hoofd, dan skip je dat. Ja, dat is wel jammer, maar ja, dan op het WK heeft hij gewoon een beetje pech. Hij begon de eerste leg ga ik super en dan niks. Kan gebeuren. Dit is gewoon iets waar kun je niks aan doen. Maar Espen heeft gewoon een World Matchplay gewonnen. En ook al skipt hij dan die Player Championship Finals, ik zou zeggen van je hebt genoeg podium prestaties geleverd dit jaar. Dat WK, dat gaat misschien ook wel goed. Ja, en vies de eerste ronde. En kun je Ja. wel een matchplay wel gewonnen hebben, maar je hebt er niks aan op Nee, dat nee. moment. Nee, inderdaad. Goed, beste mensen, we gaan verder met het voorbije WK. Als je natuurlijk de gehele uitleg over het WK van de Belgen wil horen, dan moet je de aflevering bij Friends of Sports beluisteren. Wat het WK van de Belgen was, daar waren we eigenlijk heel snel over uitgezongen, Damien. Drama. Dat was Drama. pure drama, maar Ja. één zege, dankzij Mike de Dekker. Dus we gaan heel snel naar, voor mij dan, de Noorderburen, voor jullie dus. Ja, de persoon die het verst is geraakt is Michael van Gerwen. Kwartfinale is dan toch verrassend verloren van Scott Williams. Ja, zeker. Jammer was dat wel inderdaad. Dat je dan, het was eigenlijk zijn pijnlijkste nederlaag ooit, denk ik, op het WK. Verliezen van de nummer 52 van de wereld. En het was van tevoren was het voor mij eigenlijk wel al uitgemaakt dat Van Gerwen zou winnen van Williams in ieder geval. En dat hij tegen Humphries zou spelen in de halve finale. Maar goed, helaas, hij was totaal niet op afspraak. En Humphries speelde degelijk. En Humphries won, of Williams won uiteindelijk. Ja, en als je dan eigenlijk kijkt, ja, de nummers 2 en 3 van Nederland, Danny Noppert en Dirk van Duivenbode, die lagen er gelijk uit. Dus ja, Ja. de speerpunten van het Nederlandse darten, ja, die werden wel vroegtijdig naar huis gestuurd ook wel. Ja, dat was wel inderdaad vooral van Dirk en Danny inderdaad. Die had ik eigenlijk toch wel wat vooral had ik Danny had ik wel wat verder verwacht. Die had best wel een redelijk makkelijk schema had hij. Ik zou op een gegeven moment zou die eventueel Damon Hatta bijvoorbeeld tegenkomen.
Denk ik, ja, is dat dan, dat was bij de laatste 16 geweest. Ja, die won uiteindelijk van Berry natuurlijk. Maar dan kon, dat was een beetje zijn schema. Eerst Williams, daarna Hetta. Of nee, tussendoor Schiedle nog. Denk ik, ja, dat is de weg naar de kwartfinale redelijk open voor de nummer 7 van de wereld op dat moment. Denk ik, ja, en dan heeft hij toch weer niet gepresteerd, wat ik toch jammer vind. Want ik denk dat hij ook echt wel kansen had gemaakt op de Premier League als hij de kwartfinale had gehaald. Weet jij waar dat aan ligt, Barry? Nou ja, ik was er zelf bij. We hebben zeg maar. Ja, ik ben, in ieder geval, we zaten samen in de zaal met zijn aanhang en mijn manager, zeg maar. We hebben dezelfde manager. Ja, wij konden ook niet echt peilen waarom het fout ging of zo. Of... Ja, het is gewoon zo Ja, jammer. en hij leek niet echt Soms rust teleurgesteld, echt. hè? Nee, maar ja, hij was wel teleurgesteld hoor. Hij kwam terug in de ingooiruitjes zeg maar. En toen zei ik gewoon heel simpel tegen hem: jammer. Ik wist ook niet wat ik moest zeggen. Ik zeg: ja, klote maat. En hij zei ook gewoon: kan Ja. gebeuren. Ja. Ja, heel simpel, maar ja, ik geef hem ook wel gelijk. Ja, soms wilt het gewoon niet. Ja, en dan kun je wel doen wat je wilt, maar je krijgt het gewoon niet voor elkaar. Dat kan gewoon. Nee. Kijk maar naar Michael van Gerwen, die had ook gewoon een wedstrijd waar iedereen zei van, hoe kan hij nou verloren hebben? Ah. En volgens mij was Danny eigenlijk niet zo super slecht ook weer niet eens. Maar ik hoorde gewoon, de kansen die hij kreeg, die waren gewoon meestal mis. Ja, klopt. Uiteindelijk. Williams was een beetje aan het ja, inlopen, zou ik maar zeggen. Einde van de wedstrijd was hij wel heel goed. Maar ja, Danny miste gewoon twee keer voor een set, volgens mij. Ja. Als ik het goed herinner. Ja, als hij die gewoon pakt, dan is het een heel ander verhaal. En dat wel. En hij heeft natuurlijk ook net een tweede kind. Dus misschien dat hij ook in zijn achterhoofd zoiets had van, ja, als ik verlies. Lekker naar huis. Maar maak ik niet uit, lekker naar huis. Met mijn Ja. kinderen, met mijn vrouwtje. Ja. Ja, wie weet. We zullen het nooit weten. Ik kan het wel appen, maar ik denk dat ik er weinig antwoord van dat soort zoiets krijg. Want hij wist zelf ook niet waarom. Nee. Gelukkig, Damien, waren er wel andere landgenoten die echt wel hele mooie dingen hebben gerealiseerd. De man in kwestie hier bij ons vandaag, Barry van Peer, knappe zegens tegen Woodhouse en Rock. Als ik zelf ook nog twee namen mag aanduiden, de partij van Richard Veenstra tegen Kim Huibrechts. Want hoe slecht Kim dartte, zo geweldig speelde Richard Veenstra, vind ik. Speelde echt heel goed. Ja. En dan ja, eigenlijk een Nederlander die geen Nederlander meer is, Jeffrey de Graaf. Ja. Wat niet lukte als Nederlander, is wel als Zweed gelukt. Winnen op een WK, ook hij een heel mooi WK gespeeld, vind ik. Ja, hij plaatste zich al heel vroeg inderdaad voor het WK. Echt al rond de zomer via de Nordic en Baltic Tour, waar hij voor het eerst meedeed. Toen had ik al wat contact met hem. Dus ja, hartstikke leuk dat hij dan uiteindelijk maanden later er gewoon echt stond op het WK. Hij had al meerdere keren verloren in de eerste ronde. Wint nu ineens van Richie Atthouse en José de Sousa. Dus echt wel heel knap. En inderdaad, aan het begin stond er nog een Nederlands vlaggetje stond er bij zijn naam. Maar ja, hij speelt nu dus echt voor Zweden. Dus we moeten het helaas als een Zweedse overwinning moeten toch zien. Ja, Ja. knap dat hij van de Sousa wint. Absoluut. Barry, voor jou persoonlijk, eerste ronde tegen Luke Woodhouse. Ik vond dat geen cadeau, want ik kwam een paar honderden ponden tekort om top 32 speler te zijn. Dus voor hetzelfde geld had je Madar Sarrazma kunnen treffen in die eerste ronde. Ja, En daarna dus in die absoluut. tweede ronde Josh Rock. Welke van de twee vond je zelf het meest impressionant van je zegens? Ja. Ik vond dat ik over de hele wedstrijd was ik tegen Woodhouse beter, voor mijn gevoel. Alleen qua speler die ik verslagen heb, vond ik toch wel beter om van Josh Rock te winnen. Ja. Ik denk dat ik tegen Woodhouse toch wel veel rustiger was, voor mijn gevoel. En op je debuut toch zo'n wedstrijd laten zien is wel goed. De doubles gingen natuurlijk helemaal. Ja, gingen gewoon fantastisch. Alleen ja, scorend voelde het soms echt super. Alleen heel vaak een momentje dat ik dacht van, even één trippeltje erbij, jongen, dan had je die lek al binnen gehad. En ja, dat miste. Maar ik vond dat ik die eerste wedstrijd toch wel. Vond ik toch wel mooier om gewoon om het debuut zeg maar, gewoon zo'n mooie wedstrijd weg te zetten. Alleen qua magnitude, zou ik maar zeggen, is de tweede wedstrijd natuurlijk heel mooi. Ja, en net wat je zegt, net buiten de top 32, ja, zwaardere kon je volgens mij niet eens krijgen qua loting, dus ja. Ja, Maar toch heb ik hem klopt. gepakt.
Ja, heel mooi inderdaad. Een Nederlander waarvan ik het jammer vond dat we hem eigenlijk niet zo heel veel aan het werk hebben gezien, vind ik persoonlijk, is Kevin Doets. En dat komt vooral Ja. omwille van het feit dat hij helemaal klaar was op de openingsavond. Ja, we speelden echt goed hè? Tegen eerst Stoke Buns, wat ik al natuurlijk een hele knappe overwinning vond. En tegen Michael Smit wist hij het ook echt spannend te maken, inderdaad. Het was jammer dat hij, ja, het voelt al zo lang geleden natuurlijk. Het was de eerste dag was het van het WK, dus het voelt echt als een tijd geleden. Maar hij maakte echt wel indruk inderdaad. Is ook bezig met de Zweedse nationaliteit, toch Barry? Zweedse nationaliteit weet ik niet precies of hij dat echt wou. Volgens mij wel vanwege die Nordic Baltic Tour. Ja. Maar hij moet daar minimaal 5 jaar wonen, dus hij mag nog heel eventjes op de wachtlijst, zou ik maar zeggen. Ja, hoe Want lang Jeffrey de woont hij daar Graaf al heeft natuurlijk misschien? ook moeten doen. Wat zal dat zijn? 1,5, 2 jaar, denk ik. Oké. Max, denk Dan moet ik. nog Want even zijn wachten. kindje. Zijn kindje is natuurlijk daar geboren. En de zwangerschap is daar natuurlijk ook helemaal voltooid, zou ik maar zeggen. Is ook 9 maanden erbij. Dus zo, ja, ik denk sowieso 2 jaar. Oké. 2,5 misschien. Misschien wel iets langer. Ja, ik ken hem heel lang al heel veel jaren. En ja, voor mijn gevoel vliegt de tijd veel af van mij. Ik hou het niet echt in de gaten. Maar ja, het is wel jammer dat hij na 1 dag helaas klaar was. Ja. Alleen hij heeft ook een heel mooi debuut laten zien. Hij heeft gewoon laten zien, jongens, Absoluut. met mij kun je niet dollen, zou ik maar zeggen. Dus kom maar op. Dat vind ik wel mooi te zien. Zeker. En hij heeft ze. Mag ik hem afmaken nog? Ik kan nog Ja, één doe vraag maar doen. hoor. Ja? Ja, je hebt natuurlijk ook een Noorse vriendin. Gaan we jou ooit voor Noorwegen zien? Of is dat iets. Of, je wilt hetzelfde bruggetje maken, Matthias? Of niet? Nee, ik wou iets anders zeggen. Oké. Ja, je hebt een Noorse vriendin. Gaan we jou ooit voor Noorwegen zien? Op de Nordic en Baltic Tour? Misschien op de World Cup? Ik ga geen. Ik denk als ik nu naar links kijk dat ze zo meteen boos gaan. Nou, niet boos. Die gaat helemaal niet teleurgesteld zijn. Maar ik ga geen World Cup voor Noorwegen spelen. Nee. Mogen we haar Ja, reactie zien? dat wordt op de bank slapen. Ik zit al de bank, dus ik kom goed uit hoor. Alleen een dekentje erbij, dan ben ik goed. Nee, Geweldig. maar. Nee, ja, zij is naar Nederland verhuisd. Vanwege dat het niveau hier ook van mijn dagniveau zeg maar ook veel beter was. Wat ook wel veel zegt, want Noorwegen zat altijd in de World Cup van de PDC, maar nu niet meer. Nee, dat is ook waar. Vanwege de weinige spelers die naar de World Cup toe gaan en zo. En omdat er natuurlijk ook niet echt veel, ja, hoe zeg je, niet veel aandacht is in Noorwegen verdacht op tv. Het wordt wel uitgezonden en zo, maar het is niet zoals hier. Nee, je hebt En natuurlijk Cor Dekker, heb je, die ook een Nederlander is. Die speelt voor Noorwegen. Ja, stel Barry van Peer en Cor Dekker voor Noorwegen. Jeffrey de Graaf ja, en die Kevin grap Doets hebben voor we ook al eens een Zweden. keer gemaakt, ja. Ja, dat hadden we ook al eens een keer gezegd. Heb je vier Nederlanders voor Nederland en Zweden? Ja. Of Noorwegen en Zweden? Ja, ja, luister, ik ben iemand. In mijn hoofd gaat het zo. Ik kan niet de kans afpakken van iemand die echt Noors is, zeg maar. Dat Oké. zou ik niet kunnen. Ik zou die kans niet willen afpakken, zeg maar. Stel, Noorwegen komt weer in de World Cup. En ik zou in Noorwegen wonen. En ze zeggen van, Berry, zou jij voor Noorwegen willen uitkomen voor de World Cup? Natuurlijk, je twijfelt eventjes. Maar ik heb wel zoiets van, ja, ik geef dat liever aan een echte Noor. Ja, Ja, oké. want die komt voor Nobel. Noorwegen uit. Ik zou liever voor Nederland uitkomen. Dat is veel Ja. moeilijker. Ja, Oké. maar er zijn natuurlijk echt een aantal hele goede darters in Noorwegen. Die in mijn mening wel een mooi potje kunnen laten zien op de World Cup. Maar ja, weinig podiumervaring gaat daar helaas ook een rol spelen. En omdat er zo weinig aandacht is, hebben ze waarschijnlijk niet eens een plekje. Dus ja, helaas. Oké. Ik ga even ons zijsprongetje van Noorwegen achterwege laten. Opnieuw terug naar het WK gaan van de Nederlanders. Raymond van Barneveld, heel groot sinds zijn verlies, vond ik tegen Luke Littler. Ja, petje af toch. Ja.
met alle respect. Dat lijkt wel dat je tegen een dartbot staat te gooien, toch zo? Er is gewoon totaal geen eer aan te behalen als deze jongen gewoon... die staat alleen maar te strepen. Ik vond dat heel mooi om te zien. De papa die precies de zoon omhelsde. Het was heel mooi om te zien. We hadden Doets gezegd. Ja, was misschien de grootste ontgoocheling, omdat hij meteen moest gaan zitten in zijn eerste wedstrijd, Gian van Veen. Ja, dat vond ik echt wel. Dat die van Mannelijk Leung verloor inderdaad. Ik ben bij een trainingssessie nog geweest, hè, van jou, Barry, met Gian en Sjoel van Dongen. Die verloor helaas in de eerste partij gelijk. Jij won er twee, dus jij hebt eigenlijk het beste gedaan van hun natuurlijk. Yes. Ja, maar Gian liet maar, best een aardig niveau zien, toch? Ik had dit niet helemaal verwacht. Nou, ik weet niet of dat op de eerste dag was of op de tweede dag. Op een gegeven moment bleef hij maar rammen met die 180, 140'ers. Ja. Elke leg stond hij na 9 pijlen onder de 100. Gewoon 6, 7 legs achter elkaar of zo. En ik tegen hem ook op een gegeven moment. We hoorden volgens mij 6 of 7 keer achter elkaar een Tom Plus finish uit. Scorend was dus hartstikke goed. Het was echt hele mooie trainingssessies. Alleen, sorry, maar niemand had ook verwacht dat die gast uit Hongkong zou gooien. Nee. Maar, dan moet ik wel zeggen, Gian had heel veel mindere beurt. En dat is zijn... Dat is gewoon zijn dooddoener geweest. Hij gooit heel vaak 60, 85, 83, 60. En dan gooit hij een keer 180 en dan gooit hij gas uit. Ja, dan komt dat net te laat. Of dan kreeg hij 3 pijlen voor een dubbel. Die normaal gooit hij dubbels super makkelijk erin. En dat viel dan net niet. En dan ga je nadenken, dan word je gefrustreerd. Van, waarom valt het nou net niet? En bij die gast, ja, die dacht bij zijn eigen, nou, bij mij valt het wel lekker. Ik ga gewoon... lekker door. En ik moet ook zeggen, normaal gesproken zijn die Aziaten best wel traag. Nee, hij niet. Qua worpen. Ah, hij had er Ricky Evans naar afgekeken, denk ik. Heel leuk om te zien. Het was heel fijn om te zien. Inderdaad, wel jammer voor Gian van Veen. Wie ook de eerste ronde niet overleefde, de jonge Wessel Nijman, viel niet uit de toon tegen Steve Beaton, toch een WK-legend. Uiteindelijk toch ook bijna 93 gemiddeld gegooid. Dus dat was ook een leuke verschijning, al duurde het maar één wedstrijd. Wat die Mena overleefde wel de eerste ronde tegen Fallon Sherrock, kon niet echt impressioneren tegen Martin Schinder, dus verloor in de tweede ronde. En ook ja, Damien, je kent hem vrij goed, Jules van Dongen, misschien ook wel een teleurstelling. Ja, zeker. Ja, kijk, hij zou even in de tweede ronde tegen Cullen moesten, maar zo ver kwam het niet, want hij verloor van Darren Penhall. En die had ik toch echt niet aanzien komen. Ik had zeker na zijn goede vorm de laatste maanden, hoopte ik ook echt dat hij goede indruk zou maken. Hij was niet super slecht, maar kwam uiteindelijk gewoon tekort tegen Penhall, wat uiteindelijk wel gewoon bleek best wel een stabiele speler te zijn. Ja, erg jammer vond ik het uiteindelijk. Hij moet nu dus weer terug naar Q-School deze week. Daar gaan we zo verder over, denk ik. Ja, klopt. Eerst nog Christian Kist. Die overleefde natuurlijk het jonge geweld van Luke Littler niet. En dan hebben we nog één man te bespreken en dat is Niels Sonneveld. Die heeft wel een rollercoaster van een WK erop zitten. Ja, zeg dat wel inderdaad. Die won van Darren Webster. Won die gewoon zoals zou moeten. En tussen zijn wedstrijden tegen Darren Webster en Ross Smith overleed plotseling zijn oma uit het niets. En dat is toch wel... Heel vreselijk. Zeker als je in Engeland zit, lijkt me dat inderdaad pittig. Als je niet echt... Je kan niet afscheid nemen, je bent zo ver weg. Ik weet niet of je ooit zoiets hebt meegemaakt, Barry, maar dat lijkt me heel zwaar als je in het buitenland bent voor darten en er gebeurt zoiets. Op die manier van echt mijn eigen familie zeg maar niet. Ik heb het toen wel bij de grens of darts, toen ik de eerste keer meedeed, zeg maar. Heb ik wel dat, volgens mij was het de moeder of de... Ja, volgens mij was de moeder van mijn manager of zo die overlijdt. Overleden was, sorry. Mijn manager zou eigenlijk van alles moeten regelen die dagen. Alleen die had er helemaal geen tijd meer voor. Dus ik zei, ja jongen, ik zal voor haar zal ik mijn wedstrijd winnen. En ik weet nog wel dat ik een van die wedstrijden, de won ik ook van Whitlock volgens mij, deed ik zo naar boven wijzen. Mm-hmm. Keek zo recht mijn manager aan en hij zei van... Ja, ja perfect. Het is wel echt... het was net alsof het mijn eigen moeder was. Niet natuurlijk echt zo erg, maar ik had wel zoiets van... dat is voor mij ook wel een kleine klap, zeg maar. Gewoon omdat mijn manager zo te zien en zo. En wat dan Niels te horen krijgt, is gewoon zo super klote. Dat is iets dat gebeurt en kun je zelf niks aan doen. Alleen, dan zit ik daar ook over na te denken van is dat op de speeldag zelf verteld of niet? Heel triest om te zeggen misschien, maar
is het misschien slimmer geweest om het de dag daarna pas te vertellen? Of na de wedstrijd? Of Ja, zou je dat kunnen ja. maken, denk je? Ik twijfel er ook een Ja, beetje op, inderdaad. dat vraag ik mezelf af. Ja, kan dat of kan dat niet? Is het slim, is het niet slim? Ja, tuurlijk, je wil het natuurlijk eigenlijk wel gewoon gelijk weten. Maar aan de ene kant, ja, liefst weet je het niet. Liefst gebeurt het natuurlijk helemaal niet. Maar ik bedoel, ja, wat is daar een slimme zet mee? Want je speelt wel het belangrijkste toernooi van het jaar waar je heel het jaar voor gegooid hebt. Familie is altijd belangrijk, eerlijk is eerlijk. Maar ik heb wel zoiets van, ja, je kunt ook die mensen trots maken, weet je wel. Van, ik ga voor jou winnen. Dat is natuurlijk wel de positieve boodschap. Maar als je het nog niet weet voor je wedstrijd, kun je misschien wel zonder die dag te gooien. Ja. Maar ja, dat is iets, ja, ja, het is moeilijk. Het is een heel moeilijke situatie. En ja, het is gewoon sowieso kloten, ja. Meer kunnen we daar niet van zeggen, denk ik. Mathis, wat zou jij ja, als voorkeur hebben? Stel, er gebeurt iets in jouw privéleven en je bent in het buitenland. Zou je dan het eigenlijk gewoon meteen willen weten? Ik zou dat denk ik Ja. wel hebben. Ik zou dat wel meteen Ja. willen weten. Ik zou het ook meteen willen weten. Het is zoals Barry zegt, family first. En soms kan je daar nog kracht uit proberen putten. Kijk maar wat Johnny Clayton deed op de World Matchplay. Die zijn vader was ook doodziek. Lag ook nagenoeg op sterven. En kon dan toch nog zich naar de finale darten van de World Matchplay. Met als boodschap van Johnny Clayton van kijk, ik heb mijn papa nog één keer vier kunnen maken. Vooraleer hij zijn laatste adem zou uitblazen. Dus je zou daar kracht uit kunnen putten. En misschien was dat voor Zonneveld ook bijna gelukt geweest. You never know. Maar ja, ideale omstandigheden waren het niet. Nee, hij was in ieder Het geval is blij dat hij natuurlijk ook weer ook naar huis wel. kwam. Het ligt natuurlijk ook aan elke persoon hoe je dat oppakt. Ja, Eén klopt. persoon zit daar natuurlijk heel erg mee. Ja, natuurlijk, het is sowieso erg. Maar ik bedoel, één persoon denkt alleen maar daaraan, aan het hele negatieve nieuws. En de andere persoon neemt dat juist mee als die motivatie. Dat is wat hij hier Klopt. zegt. Ja, dat is gewoon, ja, elke persoon is anders. En je kunt het ook niet bevechten tijdens de wedstrijd. Want dat kun je ook niet helemaal tegen jezelf zeggen van, oh, vergeet maar even dat dat gebeurd is. Dat gaat gewoon niet. Dat Nee, komt ja. gewoon en dat haal je niet meer weg. Klopt. Ja. Goed, dat wat het WK betreft. David, ik ga even naar jou kijken. Gaan we eerst Q-School doen of het andere blokje? En Wat laten denk we eerst jij? even het blokje van Barry nog even doen, hè? We willen nog even kort over Shoot. Barry's carrière hebben. Als Barry dat Doe goed vindt maar. natuurlijk, hè? Welke carrière? Ja, de carrière die toch wel misschien gek begon voor de meeste mensen op de Grand Slam of Darts, waar je met Dartaritis natuurlijk te kampen had. Want ja, heel kort nog, want dat was natuurlijk een enorme rollercoaster. Er is al zoveel over gezegd. Ja, dat is iets, daar gaan natuurlijk mijn hele carrière mee in de gesprekken genomen worden. Vind je dat vervelend? Want ja, vroeger stond je daar en vroeger stond je hier. Maar het is nooit van, oh, heb je dat gespeeld? Er zijn nooit mensen die dat niet weten, zeg maar. Dat is wel weer, dat is soms wel een beetje vervelend. Want ja, ik ben nu aan het laten zien van, jongens, kijk, nu gaat het goed. Heb het maar over de goede dingen. Zo probeer je het natuurlijk te doen. Of ik het super vervelend vind. Nee, ja. Ik heb er genoeg mensen mee geholpen met de problemen. Ik heb heel veel interviews gedaan die daarover gaan. En ja, ik ben er eigenlijk best wel open over geweest. Dus aan de ene kant is dat een beetje kloten. Aan de andere kant is dat. Ja, het zit er nu in. Ja, Ja, ik kan er niks aan doen. je bent daarna best wel van de radar verdwenen een tijdje. Ja, waar was je toen op dat moment? Zeg maar, ik denk, ja, maar ben je gestopt een tijdje met darten? Want we hebben je echt wel een tijd natuurlijk niet gezien. Of ben je gewoon Ik doorgegaan? ben één maandje heb ik gezegd van oké, nu even één maandje de pijl aan de kant naar de grens inderdaad. Na dat maandje heb ik gezegd, jongens, het is tijd. Ik en mijn broer hebben toen ja, vrij veel getraind, sorry. Dat klonk een beetje raar. We hebben heel veel getraind. Alleen met heel veel bedoel ik eigenlijk heel veel dagen, niet heel veel tijd. Want soms had ik na 5 minuten, kreeg ik hem al niet lekker weg of dergelijke. En dan gaf ik het gewoon op die dag en zei ik van nou morgen een nieuwe dag. Want ik moest alleen maar positiviteit hebben eigenlijk voor mezelf. En de andere dag stond ik daar een half uurtje, de andere dag stond ik een uurtje. En mijn broer deed gewoon netjes wachten tot ik klaar was met gooien. En dan, die zag natuurlijk elke frustratie of
positiviteit elke dag. En ja, dat langzaam opgepakt. En dan ben ik echt 1,5 jaar bezig geweest, eigenlijk voor 2 jaar. En natuurlijk wel lokalere toernooien proberen. En langzaam kwam Q-School. En toen ben ik ook naar Q-School gegaan. En toen heb ik Challenge Tours gespeeld. Met succes. Uiteindelijk, toen had ik op een gegeven moment een soort worpje gevonden. Waardoor het eigenlijk best wel makkelijk liep. Toen won ik een Challenge Tour. Heel toevallig dat het heel typisch was tegen Cameron Menzies. Maar we waren uiteindelijk tegen Gebuttels natuurlijk. Ja. Maar daarna was het weer naar Q-School. Was het weer niet gelukt. En toen kon ik nog steeds Developer Tour gooien ook. Dus dat deed ik natuurlijk ook. En in mijn laatste jaar Developer Tour ja, voelde het gewoon 10 keer beter aan dan al die jaren daarvoor. Zeg maar, al die moeite die ik gedaan had, die ging omhoog. En toen stond ik aan de top van de Challenge Tour voor een lange tijd. En haalde ik mijn tourkaart weer terug. Ja. Ja, want Die weg. afgelopen jaar is natuurlijk wel echt jouw jaar geweest, zeg maar, buiten de profspelers, hè? Want je won de Challenge Tour, echt met afstand. Dik won je hem natuurlijk. Maar het begon eigenlijk allemaal dat je de Dutch Open natuurlijk begin van het jaar won. Dubbele boel voor Van Peer. Wauw, wauw, wauw. Barry Van Peer met een prachtige 121 finish op de boel. Weet hij de Dutch Open Darts 2023... winnen. Was dat echt de afsluiting van Dartaritis van nu? Heb ik het echt volledig overwonnen met deze toernooizege? Nou ja, iedereen zegt altijd volledig overwonnen. Dus oftewel, je gaat het nooit meer krijgen. Dat weet je maar nooit. Ik zeg altijd van, zeg nooit nooit. Want stel het gebeurt, dan heb je tegen iedereen gezegd dat je er vanaf bent. Maar het is nooit gebeurd. Nee. Maar dat is wel echt een hoofdstukje geweest. Net voor de Chopin had je natuurlijk Q-School. En ja, daar had ik mijn tourkaart net niet. Volgens mij had ik maar één wedstrijd nodig of zo had ik hem. En dat deed heel veel pijn. En toen heb ik alles omgegooid in mijn hoofd. Want ik was vrij pissig, zou ik maar zeggen. Ik heb er eigenlijk niet echt veel van meegekregen. Want ik had gewoon een blackout toen ik verloren had. Dus ik was zo teleurgesteld en noem maar op. Alleen toen kwam de Dutch Open en had ik in een keer heel veel zin in. Ik dacht van, nou, ik wil al die toernooien gooien die ik gewoon wil gooien. Ik kan doen wat ik wil. Ja. Eventjes gewoon een jaartje tussenuit. En iedereen zou ook tegen mij: dan kun je gewoon even een jaartje gewoon relaxen. Doe wat je wilt. En toen kwam de Dutch Open. En bij de eerste wedstrijd gooide ik eigenlijk al gelijk lekker. Tweede wedstrijd was heel close. Maar dan gooi ik een hele mooie laatste leg om die te winnen. En vanaf daar wist ik eigenlijk van: het is eigenlijk de maat van mij van: ik win de Dutch Open. Dat was gewoon na de tweede ronde, zei ik van: ik win de Dutch Open. Ja. En hij zegt: ja, dat gaat gebeuren. En ik won de Dutch Open en ik Ja. heb het gewoon voorspeld. Heel raar. Een beetje arrogant natuurlijk op dat moment, maar ik heb het toch waargemaakt. Ja, we wonnen de finale En uiteindelijk natuurlijk dat was. van Mr. WDF, toch wel van afgelopen jaar. En die Bates, hoor je de finale? Die man wint echt alles. Het is voor hem nergens op. Ja. Nou heeft hij natuurlijk het WDF-WK gewonnen. Ja. En dat moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik heel blij mee. Want ik had hem wel echt als titelfavoriet. Ja, ik won van hem en ja, ik had zoiets van, ah, top. De show begonnen, mijn dag kan niet meer stuk, mijn tijd kan niet meer stuk. En toen kwamen de Challenge Tours al om de hoek en dat begon een beetje, maar volgens mij heb ik een keer de kwartfinale gehaald of de halve finale. Ik dacht, nou, prima. En daarna begon het slachten, zou ik maar zeggen. Ja. Toen gingen de toernooitjes beter, won ik er eentje. En het middelste weekend was eigenlijk, ja, wie wil mij stoppen? Dat was meer de vraag. Wie kon mij van het toernooi met zich afhouden? En, Niemand uiteindelijk. ja, twee man, twee mensen. Ja. Ja, ik had het eerste toernooi gewonnen toen en toen het tweede toernooi verloor ik de laatste 64 of zo. Maar ik was helemaal back-off en ik zette in mijn boeltje. Zo, ik ben wel zo moe. En de dag erna won ik allebei het toernooi. Ja, luister, ik heb echt geen. Mijn spieren die bestonden gewoon niet meer. Die waren helemaal verzuurd. En de dag daarna stond Netjes. ik in de kwartfinale. En toen wist ik weer die matchpijlen. En had ik zoiets van, ik had er gewoon nog eentje kunnen winnen. Jammer, jammer dit. En, ja, maar toen had ik wel zoiets van, oh, nu heb ik wel een hele grote sprong gemaakt op die ranking. En die is ook niet meer weggegaan. Nee. Dat was zwaar top, zou ik maar zeggen. Ja, als ik kijk naar hoe je nu gooit, het ziet er hartstikke goed uit. Matthias, kunnen we wel stellen dat Barry misschien wel de beste is die ooit uit Dartaritis is
gekomen. Zeg maar, als je Eric Bristow ziet, Mark Webster, Mensur Zurofiets, dat ziet er eigenlijk allemaal, ziet het er niet meer uit. En bij Berry ziet het er gewoon, als je het niet zou weten, dan zie je het eigenlijk ook niet. Nee, ik vind dat hij een hele smooth worp heeft, om eerlijk te zijn. Natuurlijk, ja. Hij heet Bionic voor iets zeker? Nou ja, Bionic is eigenlijk van... Ja, dat komt heel raar over nu, maar dat komt van mijn vorige worp eigenlijk. Voordat dat riet is, zeg maar. Want toen hoorde ik een beetje als een robot. Ja, robot. Soort van... mijn broer zei toen op een gegeven moment van... Ja, een beetje robotachtig worp. Als je een robot laat gooien, gaat het gewoon... Mik naar achter en meer doet hij niet. En dat deed ik toen ook. En daar is het een beetje ontstaan. En eigenlijk, aan de ene kant gooi ik ongeveer nog wel hetzelfde. Ja. Maar ja, de bijnaam kan nog erbij passen. Ja. Ja. Ik vind hem mooi, Bionic in ieder geval. Ik vind bijvoorbeeld, ja, zoals Gian van Veen inderdaad, de Giant. Ja, die vind ik allemaal een beetje standaard. Daar vind ik Bionic vind ik nog wel een leuke bijnaam. Ja, we hebben ook de Dutch Giant natuurlijk. De Dutch Giant hebben we ook natuurlijk, ja. De normale Giant, de German Giant. Ja. Allemaal Giant giganten, maar ze hebben wel allemaal gelijk. Ze zijn allemaal hartstikke lang. Zeker. Dus ja, nou, ja, je kunt jezelf ook met Darren Webster, die kan bijvoorbeeld de Dwarf heten. Mm-hmm. Ja, omdat het klein is, ja, dat zou kunnen, maar dat is wel een rare bijnaam voor hem. Ja. Ja, maar daarom vind ik zelfs leuk bij hem, de Demolition Man. Zo van, ik ga iemand kapot maken en dan kijk je ze naar beneden. Oh. Zo een klein mannetje. Komt gewoon door zijn werk, dus ja. Okay. Ja. Ja, met het winnen van de Dutch Open was je geplaatst uiteindelijk voor het WDF-WK van afgelopen jaar, dus 2023, en ook voor dit jaar 2024. Nou, dit jaar ga je sowieso niet meedoen omdat je een tourcard hebt gehaald. Afgelopen jaar moest je kiezen, de WDF of de PDC. Was die keuze eigenlijk wel heel makkelijk, denk ik, hè? Ja, die was vrij makkelijk. Als ik natuurlijk geen tourcard had gehaald al daarvoor, had er misschien een andere keuze geweest. Dat weet ik maar nooit. Ik denk het niet, maar had gekund. Maar ja, het prijsgeld is natuurlijk een groot verschil. Ik had mijn tourcard al in mijn zak. Dus ik had zoiets van, ja, je kunt er alvast maar gestaan hebben. Want daar strijd je heel het jaar voor. Ik heb al iets van 7 jaar op de proto meegegooid of zoiets. En... Ik heb het 7 keer niet gehaald. Ik ben wel een paar keer heel dichtbij geweest, maar gewoon net niet gehaald elke keer. En dan op een gegeven moment word je daar zwaar geïrriteerd van. En nu had ik het gehaald en dan zou ik nee zeggen. Dat zou ook wel weer. Je houdt via een alternatieve route inderdaad, dus dan moest je wel ja zeggen. Ja. Alleen, ja, bij de WDF had ik ook zoiets. Ja, ik heb vroeger altijd Lakeside gekeken. Daar ben ik mee opgegroeid. Mijn oom ging bijvoorbeeld elk jaar naar Lakeside. Die zijn jaren naartoe gegaan. Had kreeg altijd zo'n patchen met handtekeningen kreeg dan. Hartstikke leuk. Ja, daar keek je vroeger altijd naar, Lakeside, en dan gewoon dat gevoel, weet je, lekker ouderwets. Maar ja, ja, als je dan moet kiezen, PDC of WDF, ja, dan zit er natuurlijk meer toekomst voor jezelf bij de PDC. Ja. Ja. Mensen kunnen zeggen, ja, het is risico voor je prijsgeld, maar, en hoe ver je kunt komen, maar ja. Had wel een toffe finale geweest, kansen. Barry. Jij bijvoorbeeld tegen Andy? Een Dutch Open rematch, en dan wel hetzelfde resultaat. Ja, vind ik niet erg, hoor. Nee, maar ik moet wel zeggen, ja, ik vond voor de WDF, vond ik Andy wel de zwaartrechte winnaar van het toernooi. Ja, ik ook. Als we dat nog vond ik ook wel mooi. Ja, zeker. Was heel mooi inderdaad. Ja, als we nog even teruggaan naar de afgelopen Grand Slam, ik weet niet of je ons vorige podcast hebt gezien of geluisterd. Ik vond je gedrag... De volgende. Ik vond je gedrag een beetje apart natuurlijk op het podium. Ja, kun je dat nog een beetje nader verklaren? Nou ja, daar kan ik zeker nader verklaren. Iedereen zegt er wat over. En het is nu al rustig erover. Ik heb er niemand meer over gehad, totdat jij er nu over begint. Sorry. Dankjewel. Nee, maar ja, weet je, dus, de eerste 2 wedstrijden, die verlies ik allebei, terwijl ik ze allebei goed kan winnen. En ik gooi een hoge gemiddelde. Ja, dat is gewoon kloten. En toen wist ik eigenlijk al van, oké, er moet echt een wonder gebeuren dat ik nog door kan gaan. Ik had 5-0 moeten winnen. En dan had, ik denk Clayton volgens mij. Ja, dat iets gek moet gebeuren, winnen. Ja. Zoiets. Ik dacht, dat gaat 100% niet gebeuren. Klaar. Nee. De kans dat ik 5 legs van Josh Rock win zonder legverlies, zeg maar. Hey, dus gewoon 5 achter elkaar. Die kans bestaat. Mm-hmm. Is niet groot. Want hij stond ook goed te gooien. Hij was ook al door natuurlijk. Zegt ook al genoeg. Maar ja, het was gewoon... als ik hem maar 1 leg had verloren, dan was ik al gelijk eruit. En, maar goed, je kon nog derde worden natuurlijk. Ja, dat had wel gekund. Maar ja, dat is dan het enige wat je dan krijgt, is extra geld.
Ja, op dat moment dan denk je er wel een beetje aan. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja. Jongen, ik ben hier 6 jaar geleden ook geweest. En stond ik met hele andere dingen aan de bocht te gooien. Dat is waar, dus dat En was nu al een dacht ik bij overwinning. mezelf, jongens, het donder lekker een eind op. Ik ga nu plezier hebben. En ja, is het slim geweest? Ja, nee. Van mijn gevoel heb ik gewoon plezier gehad. En ik en Josh zeiden ook tegen elkaar van tevoren van gewoon een leuke wedstrijd van maken. Zodat de fans vermaakt worden, noem maar op. Want de wedstrijd voor ons was natuurlijk al Johnny en Dobby. En dat was ook al beslist wie er doorging. Dus ja, het ging nergens meer over. Helemaal nergens meer over. En toch, ja, het niveau was misschien. Het was eigenlijk nog hoger dan ik had verwacht. Want het, van mijn gevoel viel het voor geen meter. Dubbels gingen mis. Ja, jammer. Maar ja, een beetje dolle met het publiek en zo. Die vonden het helemaal fantastisch. Ik Ja, heb ja. letterlijk, ik liep dat podium af en mensen riepen echt van hey, thanks for the fun en dat soort dingen, weet je wel. Ja, dat heeft mij goed gedaan. En Ja. Josh ook van, ja, ik vond het hartstikke grappig en natuurlijk, het is leuk, maar hij zou, ja, waarom zou je geen lol hebben? We zijn toch allemaal wel klaar. En ik had Ja. alsnog een hoger gemiddelde dan Josh, dus ik had 3 keer een hoger gemiddelde. Dus ik heb wel een record gevestigd, ja, die niemand wil. 3 keer Nee. hoger gemiddelde, 3 keer verliezen, En dat verliezen, wil ja. niemand, maar ja. Helaas. Ik heb plezier gehad en daar draaide het voor mij even om. Omdat ik 6 jaar geleden daar stond ik daar heel anders. Toen was het heel negatief, zou ik maar zeggen. Ja. En dan mag je van heel veel mensen mag je geen plezier hebben. En ja, ik had iets van, ja, ik heb scheid aan wat jullie allemaal denken. En ja, jullie hebben allemaal pech. Ik sta hier en jullie zitten En thuis. uiteindelijk heb je Barry ook nog sportieve revanche gepakt tegen Josh Rock Ja. op het WK. Dat was nog een belangrijke voor jou, denk ik. Ja, die heb ik nog wel even gezegd hoor. Ik heb er nog tegen Josh zelf gezegd van tevoren voor de grap. Ik zeg, dit wordt een serieuze wedstrijd, jongen. Ik ga je Ja. nou terugpakken. En Mooi, mooi. toen hebben we gewoon even geluisterd. Echt een aantal uur van tevoren voordat de wedstrijd begon hoor. Dus niet even 2 minuten van tevoren dat ik me even gek maak of zo voor de grap. Maar ja, dat is heel sportief. Want hij zei ook al van, nee, we gaan elkaar afslachten, weet je wel. En ja, dat vind ik wel leuk. En zo hoort het ook natuurlijk. Een beetje fun moet je wel kunnen hebben. En dat hebben we Absoluut. allebei gedaan. Maar als ik nog mag inpikken, als je het over serieuze wedstrijden hebt, er worden nu op dit moment en deze week ook een reeks serieuze wedstrijden gehouden, toch wel. Want nu voor heel veel darters toch een belangrijke week voor hen met Q-School. Ja, Damien, wie zijn voor jou straks de grote favorieten om een tourkaart te pakken? Ja, ik ga toch voor Alibatus, denk ik, de topfavoriet. Ik hoop op de goede vorm van Sjoerd van Dongen, dat hij die nu voortzet. Dat hij een tourcard gaat halen. Ik denk dat Jelle Klaas een goede kans maakt. Jeffrey de Graaf, Radek Saganski natuurlijk, die net aan zijn tourcard is verloren. Chris Landman, als ze het echt allemaal over de Europese Q-school hebben. En ik vond Ja. ook wel opvallend bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld een Jeff Smit is een Tony Martinez. Die hebben een tourcard verloren. Doen niet een poging om nog een keer een tourcard te behalen. Maar ja, is het een loterij. En van donderdag tot en met zondag is de finale fase. Dus we gaan het zien. Ik zie Barry zijn vinger opsteken. Jeff Smith kan ik uitleggen. Die zit voor mij toevallig in management. Oh, vertel. Die is jarenlang natuurlijk op en neer gaan reizen van Canada naar Engeland. Elke week in, week uit. En daar was er heel even klaar mee. En Oké. hij zegt, ik wil gewoon eventjes gewoon weer in Canada gooien. En dan wil ik bij de CDC Tour meedoen. En gewoon eventjes wat anders. Hij zo, natuurlijk, ik kan daar gewoon naartoe gaan naar de Pro Tour in de finale halen. Heeft hij al een keer gedaan. Zeker. Hij zo, maar ja, ik ben er even kapot van al dat reizen. Dus die gaan we helemaal niet meer terugzien, of alleen komend jaar? Sowieso alleen komend jaar. Verder dan dat weet ik niet precies wat zijn plannen zijn. Maar volgens mij 1 of 2 jaar, zei hij. En dan misschien dat ze een keer plaatsen bij de CDC. Hè? Dat kan natuurlijk gewoon. Maar hij wil sowieso van die, net van die WDF-toernooitjes, weet je wel. Die heb je in Amerika heb je er heel veel. Canada heb je er een aantal. Dus dan wil hij natuurlijk een beetje zijn vertrouwen weer opdoen. Een beetje gewoon hoe hij vroeger altijd speelde doen. Ja. En ja, Tony Martinez, ik weet niet, misschien met zijn werk of zo.
Die weet ik niet. Ja, misschien een uitleg zoals velen zullen geven nu. Nog heel belangrijk om mee te geven, ja Damien, jij stond een aantal jongens op, zoals Andy Batens en zoals Jeffrey de Graaf, die zijn al vandaag op het moment van opname begonnen aan de eerste dag op Q-School. Batens maar één wedstrijdje gewonnen, Jeffrey de Graaf zelfs meteen gaan zitten, dus het ene toernooi is het andere niet. De Graaf, een van de smaakmakers op het WK, meteen verloren en Andy Batens, WDF wereldkampioen, amper één wedstrijd gewonnen. Jelle Klaassen ook niet zo ver geraakt van vandaag. Dus de reality check die was er meteen. Maar wat wel opviel, meteen vandaag bij de laatste dag, geen enkele Nederlander zich meteen geplaatst voor de final stage. Nee, gek wel inderdaad. Ja, je verwacht en amper één Belg. Ja, dat staat nergens op natuurlijk eigenlijk. Nederlanders zouden daar zeker moeten domineren inderdaad. Maar ja, het is, wat ik zeg, het is echt een loterij. Want het is een open loting, dus iedereen kan van iedereen winnen. Ja, het is misschien een open deur, alleen... Ja, het is gewoon heel erg afwachten wie zondag de tourkaart uiteindelijk hebben. Ja, goed, ja, maar... Ik moet wel zeggen, ik heb heel weinig gekeken vandaag. Ik had maandag een drukke dag op het werk. Ik heb af en toe een beetje gekeken, maar bijvoorbeeld in de eerste ronde zie je gelijk bij die open loting. Jelle Klaas, Alexander Merckx. Ja, precies, dat soort wedstrijden. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk gewoon klopt. Gelijk kloten voor één van de twee. Dat is kloten, maar, en dan zie ik de wedstrijd daaronder staan. En er staan mensen 40 mil in elkaar te gooien. Ja, inderdaad. En dan zie je in de eerste ronde zie je spelen 46 gemiddeld gooien tegen elkaar. Ik denk echt, ja, wat doe je in godsnaam op Q-School inderdaad. Maar goed, die zullen niet de final stage gaan bereiken, gelukkig. Nee, maar dat zijn ook mensen die willen dat gewoon een keertje meemaken. Of misschien hebben ze wel echt het geloof dat ze natuurlijk kunnen halen. Je weet het nooit. Misschien kunnen ze wel veel beter, maar zijn ze gewoon zenuwachtig. Ja, dat lijkt me sterk. Met 46 gemiddeld lijkt me dat niet zo realistisch, maar... ja, je hebt ook mensen bij die spelen voor om de Challenge Tour te kunnen spelen, om daar gewoon iets beter te kunnen worden. Ja. Ja, dat kan ook. Dus ja, dan is 46 gemiddeld een leuk beginstukje, maar staat wel moeten verhogen. Ja, ja, inderdaad. 46 gemiddeld, daar winnen wij van, hè, Damien? Ja, wij vinden het ook leuk om tegen elkaar te spelen, inderdaad. En dan zitten we voor mij wel boven de 46, inderdaad, hè? Ja, zeker. Maar wie wint het dan? Dat is de vraag. Ja, dat wil nog wel eens verschillen, hè? Het varieert, hè? Het varieert inderdaad, ja. Maar dat is wel leuk om elkaar zo te challengen. Zeker, zeker. We spelen altijd wel leuke potjes tegen elkaar, inderdaad. Q-School volgend jaar, jongens? Nee. Dat denk ik niet. Nee. Als ik echt mijn dubbels goed vind, kan ik 60 gemiddeld halen. Maar dat is nog iets te weinig. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ik vind als je Q-School wilt gooien, moet je basis toch minimaal 80 zijn, vind ik. Ja, zeker wel. Dan moet je thuis Zit echt ik wel persoonlijk mee eens. Ja, zeker. Thuis moet je echt 80 gooien, vind ik. Nu, ja, als we op die namen mogen terugkomen die zich op de eerste dag geplaatst hebben voor de final stage. Heel opmerkelijk, zoals we net zeiden, geen Nederlanders meteen geplaatst, maar één Belg, Stefan Henderijk. Dat is meteen ook zelfs geen naam die in de VTM 2 Darts Academy zit. Dus om aan te tonen dat er ook nog ander talent in de pijplijn zit of andere hele goede darters in België rondlopen die niet bij de Academy rondlopen. En wat dan ook heel opvalt zijn de andere nationaliteiten. Anton Östlund, heel goed gegooid, kanshebber voor mij ook zelfs, vind ik, voor een tourkaart. Ja. Meteen naar de final stage. Twee Duitsers met Arno Merck en met Matthias Ehlers. Twee Tsjechen ook. Filip Sewesta en Vyacheslav Sedlak. Die Sedlak die schakelde in zijn tweede wedstrijd Andy Batens uit. En dan hebben we zelfs nog twee Zwitsers met Felix Schietz en met Stefan Belmond. Die heeft een hele dag redelijk steady gegooid en is volgens mij ook een kanshebber voor een tourkaart, Stefan Belmond. Ja, Belmond zeker ook wel, denk ik, inderdaad. En die Östlund, wat je zegt inderdaad, die won in de eerste ronde van... Xander van den Berg, het broertje van Dimitri van den Berg, won die met 102 gemiddeld. Dus die maakte ook zeker wel indruk aan het begin van het toernooi. Ja. Ja, ik denk dat die Belmond, die ken ik al wel een tijdje. Die kan echt wel lekker gooien. Af en toe is het wel van die momenten dat ik denk van, nu moet hij vol gas erop en dan heeft hij hem. En dan kakt hij juist helemaal in. Maar als hij dat niet heeft, dan heeft hij een mooie kans. Die Anton heeft natuurlijk bij de Modus Super Series ook heel goed staan gooien. Daarvoor kende ik hem eigenlijk helemaal niet. Geen bekende speler, zou ik maar zeggen. Maar maakt nu toch wel een beetje naam. De Duitsers, geen idee wie het is. Geen idee wie dat zijn. Nee. Maar alle gesprekken, die Belg, ook geen idee. Ook niet, nee. Maar dat is misschien wel mooi aan heel de Q-School, dat die juist in één keer een opleving hebben. Ja, en die Tsjech,
Die Sedlak, die ken ik ook wel. Die is ook zeer goed. Die heeft ook de Challenge Tour gewonnen afgelopen jaar. Die heeft ook een goede kans voor de tourkaart, vind ik zelf. Die andere ken ik dan niet. Ja, dat zijn wel even verrassingen, zou ik maar zeggen. Maar er zitten ook wel een paar mensen bij die gewoon verdiend door zijn. Ja. Kijken we puur naar de Nederlanders en de Belgen. Jeffrey Bekema en Gilbert, Gilbert denk ik, van der Meijden, die verloren hun plaatsingsmatch voorbij de top 8 te horen van die dag. Bij de laatste 32 had je ook nog Hendry van Berkel, Jeroen Mioch, Ron Meulenkamp en Ryan De Vrede uit Nederland. En Simon Thijssen uit België, dat is wel één iemand van de VTM Darts Academy. Dus die hebben 3 punten. Bekema en van der Meijden hebben 4 punten. En de geschiedenis leert mij dat 3 punten soms wel genoeg zijn om de final Jawel. stage te Ja, bereiken. voor mij is de top 83 van die ranking plaats zich ook nog inderdaad. Dus 3, 4 punten zeker. Zal wel, dan denk ik wel genoeg zijn voor de final stage, inderdaad. Ja. Nou ja, weet je, dat is met de Q-Schools altijd, vooral nu met zoveel deelnemers. Super lastige dagen. Ja. Want als je bijvoorbeeld de loting uitkomt, zie je bijvoorbeeld zit iemand zijn naam te zoeken. En dan staat er. Zijn er 4 wedstrijden en dan staan er nog 3 mensen met een bye daaronder. En dat soort dingen. Dus mensen moeten gewoon de 7e of 8e wedstrijd passen. Ja, dat duurt gewoon super lang. En dat moet je ook vol kunnen houden, want je bent daar natuurlijk een tijd van tevoren, je bent moe, je bent al aan het ingooien geweest en dan moet je de 7e wedstrijd passen. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Als je wint, moet je weer 6 wedstrijden wachten. Laat maar zeggen, of 5. Ja, dat is gewoon, dat is een beetje kloten. En mensen die dan juist heel die dag goed gooien, daar heb ik echt respect voor. En ik denk ook dat die juist diegenen gaan zijn die echt doorrammen. Ook bij de final stage. Maar ja, net wat je zegt, 3, 4 punten, ja. Aan de ene kant is 3 dagen is niet veel. Maar ja, met 1 goede dag ben je er al. En dat is. Ja, dan ben je er nog niet eens, want dan moet je de final stage doen. Maar als je bijvoorbeeld iemand bent die langzaam die punten gesprokkeld heeft. Met een beetje net aan die na die 1 dag het gehaald heeft. Dan heb je. Wel een lastige 7 dagen voor de ploeg. Heel vermoeiende 7 dagen. En ja, dan wil ik nog wel zien hoe mensen dat volhouden. Ja, zeker. Ja. Oké, ben benieuwd. Ja, voor de UK Q School, denk ik voor de eerste dag, zag ik namen als Danny Laubie en Adam Hunt en Mike Warburton zich onmiddellijk plaatsen voor de final stage. Dat zijn voor mij zo'n beetje de namen die daaruit springen, zal ik zeggen. Mee Eens? Ja, inderdaad. Dat zijn wel. Ja, Lauby gaat altijd naar de UK. Snap ik eerlijk gezegd niet, maar goed. Ik Zou zeg een lekker. leuke toevoeging zijn, vind ik wel, Danny Zeker. Laubi. Zeker. Goede speler, inderdaad. Leuk een Amerikaan erbij. Dus hopen dat hij inderdaad zijn tourkaart gaat halen in Engeland. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat van Laubi weinig uitmaakt tegen wie hij speelt. Hij gooit super snel, dus het maakt ook echt niet uit tegen wie hij speelt. Ook al gaat hij naar Duitsland, kun je zeggen het is makkelijker, eventueel. Maar maakt wel veel langere dagen. En minder kans op een tourkaart is er natuurlijk in Engeland. Niveau is supergoed, maar je hebt ook mensen. Je hebt minder tourkaarten beschikbaar. En dat snap ik dan ook weer, dat je zegt van waarom die nu naar Duitsland gaat, snap ik niet. Maar ja, hij is wel iemand die, ja, hij maakt eigenlijk helemaal niks uit tegen wie hij moet gooien. En hij gooit laatst laatste supergoed en, en hij woont ook in Engeland volgens mij, dus ja. Ja. Misschien woont hij wel dichtbij, ik weet ook niet, maar. Ja, hetzelfde verhaal met Devin Peterson. Hè. Die zal ook in Engeland wonen en daardoor ook aan de UK Q School meedoen. Maar die komt pas in de final stage terecht. Al vrees ik een beetje voor een Devin Peterson. Ik verwacht er ook niet veel van, inderdaad. Maar misschien weet hij ons tegen, hoe weet het, ongelijk te bewijzen. Ja, dat zou kunnen. Garantie. Ook een opvallende verschijning bij de UK Q School is John Part, hè? Ja, die doet ook weer mee, inderdaad. Ja, die is denk ik geen kans hebben voor een tourkaart, maar. Ja, leuk dat hij toch een poging waagt. Misschien dat hij challenge door gaat spelen. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet waarom hij meedoet. Voegt niet echt wat Ja, toe. perfect. Heeft een wedstrijdje gewonnen met 83 gemiddeld en zijn tweede wedstrijd verloren met 78 gemiddeld. Dus Ja. op zich, Ja. er zijn ergere gemiddeldes die we gezien hebben. Maar goed, ja, als Ja, drievoudig wereldkampioen om daar dan nog te gaan ploeteren. Ik zou het lekker skippen als ik hem was. als ik hem al Ja. zou gewoon lekker commentaar blijven geven. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, Nu, wie daar ook aan zijn meedoet. beste tijd is voorbij. Nu, wie daar ook aan meedoet is Alex Spelman. In een vorige podcast zei ik, de Amerikaan, ik vond het jammer dat we maar één wedstrijd op het WK gezien hebben, want speelde een hele goede eerste ronde tegen Ryan Joyce. Spelman, laatste 64 bereikt vandaag. Dat lijkt me ook wel een zekerheidje toch om de final stage te gaan bereiken, hoop ik. Ik Alex hoop het. Spelman.
Ja, hij heeft het goed gedaan op het WK natuurlijk. Hij heeft daar echt wel indruk gemaakt. En ook op de CDC-tour heeft hij wel bewezen dat hij echt bij een van de betere hoort. Dus ja, ik vind het wel leuk dat hij wel voor een tourkaart wil gaan, terwijl Stowe Bunce onmiddellijk had gezegd, ik ga niet dit jaar voor een tourkaart. Terwijl de hype vanuit Amerika vooral rond Stowe Bunce was gericht en niet rond Alex Spelman. Vind ik het wel leuk dat die Spelman wel voor een tourkaart wil gaan. Ja, zo wat jonger denk ik wel dan Bunce, toch? Voor mij. Goh, is die zoveel jonger, Alex Spelman? Ik heb geen idee. Jij gaat die zit opzoeken. Volgens mij is hij 34 of zo? Ja, 35. En Bunce zal rond de 50 zijn, toch? Nee, die zit rond de 50. Is het ook in de 44. Stowe Bunce is 44 jaar. Oké. Okay. Ja, ja. Ik wou zeggen, hij ziet wel iets ouder uit met zijn kleur. Ja, ik dacht eerst dat hij wat ouder was, inderdaad. Ja, dan heeft hij gewoon Luke Littler ook, hè? Dus ja, we hebben hem. Dat is waar. Daar kunnen we niet meer over hebben. Nee. En ik was even in de war, maar bij de UK Q School speelt een Kaifang Leung mee. Maar dat is natuurlijk niet Manlok Leung. Nee, dat is een andere Leung. Nee, die hebben ooit een tourkaart gehad. Dit is die van Lakeside. Of van, ja, die hebben Lakeside mee, ja. Ja. Heel vriendelijke gast. Die heeft ook een tourkaart gehad, dus die maak ik ook wel eens aan het zien. Dus nog heel veel om op te volgen. En dan wou ik nog enkel Fallon Sherrock nog eventjes eruit pikken. Die heeft ook de laatste 64 bereikt, maar die verloor dan net inderdaad van Kaifang Leung. Dus... Kijk, het cirkeltje weer rond. Verloren met een gemiddelde van 90, Fallon Sherrock. Dus ze is niet uit de toon gevallen. Nee, ik ben benieuwd. Het zou leuk zijn als zijn tourcard kan halen. Het zou lastig worden, maar het zou wel heel leuk zijn. Wordt lastig, ja. Final stage bereiken, dat is al één ding, denk ik. Ja. Ja, maar dat is volgens mij vorig jaar was het ook heel lastig voor. Vorig jaar kwam ze heel dichtbij om een tourcard te halen. Ja, maar voor die final stage te halen was ze heel, heel close volgens mij vorig jaar. Oké, dat weet ik niet. En toen juist op een van de laatste dagen van de Q-School moest ze maar één wedstrijd winnen of zo had ze volgens mij. Of twee. Ja. En toen, ik weet niet meer van wie daarvan al won, maar toen kreeg ze wel even een daglesje op het belangrijkste moment. Dat was wel, voor haar was het natuurlijk heel kloot, hè. En voor die gast die van de won, die had wel zijn toekomst, dus ja. Ja, ik hou ook wel van Q-School om een andere reden, want je komt namen en figuren tegen waarvan je nog nooit gehoord hebt en die een geweldige naam hebben. Ik ben nu al fan van de darter Paul Kalashnikov. Waar komt die vandaan? Dat is een landgenoot van jullie. Is een Nederlander? Dat is een Nederlander. En die speelde tegen een andere Nederlander, I kid you not, Paul Kalashnikov, wat een naam, speelde tegen Ryan de Vrede. Een Kalashnikov tegen de Vrede. Nou. Dat was een opmerkelijke confrontatie dan, denk ik, inderdaad. De Kalashnikov heeft het niet gehaald. Maar dat is dus, het dart onder de Nederlandse vlag. Dus is iemand hier in de zaal aanwezig die Paul Kalashnikov kent. Ja, misschien waren ze kogels op, daarom komt hij niet binnen. Oh, mooi. Of ze hebben besloten om vrede te hebben. Ah, ja. Kijk. Nou, prachtig. Wapenstilstand, dat had hij ook verloren. Echt schitterend. Dat is wel een aparte achternaam, moet ik zeggen. Dat heb ik nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Ja, mooi dit. Damien, willen we nog iets zeggen rond Q-School of... Ik ga er waarschijnlijk heen, dus ik hoop daar wat leuke namen te zien, inderdaad. Dus dat is het enige wat ik nog wilde toevoegen. Ik ben benieuwd hoe dat is. Het zal wel flinke chaos zijn, zeker Barry. Ja, dat gaat wel even chaos zijn. Ja. Ik weet niet wanneer je gaat, maar als je binnen nu en twee dagen gaat, dan heb je heel veel mensen. Nou, ik ga wel de final stage. Ik kan het zeggen, anders zijn we met 500 man binnen. Dat wil je niet, hoor. Nee. Final stage is dan iets georganiseerder? Ja, dat zijn gewoon 128 spelers. En misschien dat er dan, laten we zeggen... maximaal 200 man in de zaal zit. Oh ja. Als iedereen een gast of meeneemt, of bijna iedereen neemt een gast mee. Ja, dat is iets aan 200 man. Nou ja, dat valt nog wat te doen. En de borden zijn net een pro-tour. Het is überhaupt net een pro-tour, elke dag. Mm-hmm. En dan hoef je niet 7 wedstrijden te wachten voordat iemand moet gooien, bijvoorbeeld. Dan heb je maar maximaal 3. Nee, precies. Het is wel veel beter georganiseerd, zeg maar, zo'n final stage. Maar daar ga je wel weer wedstrijden zien waar je van denkt van... jij kunt misschien een tourkaart halen. Jij staat goed te gooien en dan vliegen ze er gewoon een ronde gewoon kaart uit. Ja. En nog leuke tips voor Kalker? Niet gaan. Nee, maar het is bij een pretpark. Ja. Ik ben er zelf alleen geweest om te dachten. Ja.
Er zitten wel een paar leuke eetentjes ergens in Kalkar. Een kleine Chinees tentje was wel lekker. Oké, kijk. Maar meer kan ik je niet aanbevelen hoor. Oké. Zo bekend ben ik eigenlijk gelukkig niet. Ik ga het zien dan. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar darten, sowieso. Ja, veel plezier. Ja, Succes. dankjewel. Dank je. Met sport. Wie wil je dat er eentje wint? Want dat is wel belangrijk. Ik hoop Jules van Dongen heel erg dat hij er eentje wint. Buiten Jules, je moet natuurlijk geen vriendjespolitiek hebben nu. Nee. Dan is Oké, Andy Baters verdient dit dan heel erg, vind ik. Om oké, eindelijk oké. te winnen. Nou, anders wordt hij weer boos natuurlijk. Ja. Nou. Moet ook voor Nou de roze ja. natuurlijk nog een extra plekje. Nee, we zeiden daarnet, je moet het ijzer smeden als het heet is. Bij Andy Baters is het ook heet, hè? Ik bedoel, WDF wereldkampioen, heter wordt het denk ik niet. Nee, inderdaad. Nee, het is echt tijd, is het. Maar ik denk Vorig dat jaar. voor Andy is het ook wel top om zo'n final stage te hebben. En maar gewoon best of 11, net een pro tour, langere wedstrijden zeg maar, die gewoon alleen maar tegen goede spelers zijn. Bij zo'n first stage heb je nog een paar van die wedstrijden waar je denkt van ja, je kan in slaap vallen en je wint het nog makkelijk. En dat is misschien voor Andy ook niet echt super top, denk ik. Maar ik ben benieuwd. Het is misschien goed dat hij vandaag er redelijk snel uit lag. Dat hij misschien naar de komende dagen, of bijvoorbeeld morgen, bij het moment van opname nu, dat hij wat geprikkeld is. Want ik denk, de WDF is hij wat ontgroeid. En dat hij nu weer op de reality check is gekomen van oké, nu gaan we full force richting PDC. En daar win je niet zomaar met de vingers in de neus. Denk ik. Ja, daar ben ik wel mee eens. Alleen ja, hij is wel wereldkampioen bij de WDF. En mensen hebben toch wel een doelwit op zijn rug. Van jou Ja. wil ik verslaan. En dat is dan wel iets wat lastig is om te hebben soms. Vooral bij zo'n Vergiftigd Q-school. geschenk? Is het een vergiftigd geschenk dan voor Andy dat hij wereldkampioen is? Ja, maar ja, nee. Hij kan natuurlijk vertrouwen. Als hij gewoon normaal gooit, dan wint hij hem denk ik makkelijk. Ja, natuurlijk nooit makkelijk, maar ik bedoel, is een groot kans hebben. Maar ja, mensen willen gewoon van je winnen. Mensen willen heel graag van je winnen. Mensen weten dat jij zo goed gaat gooien dat ze ook beter moeten gooien daardoor, waardoor dat ook gebeurt vaak. En dat is lastig. Als het bij hem net niet loopt, dan heb je wel een probleempje vaak. En ja, of hij daar veel pech mee gaat hebben, dat weten we niet, maar ik hoop het niet. Goed. Damien, dan denk ik dat we voor nu effectief kunnen afsluiten. Zeker, zeker. Alleen hebben we nog een prijs weg te geven. Vertel. Ja, we hebben vorige keer met Mario van der Boogaard en Jerry Hendricks deden natuurlijk de WK voorbeschouwing. We hebben inmiddels van. En we hebben natuurlijk ook in België hebben één gemaakt. We hebben al een aantal prijzen weggegeven. Ik weet niet eens uit mijn hoofd allemaal welke allemaal, want het was heel veel natuurlijk. Maar misschien wel een leuk moment om nu nog een prijs dan weg te geven. Die van Mario van der Boogaard. Dat was een shirt van hem. Die hij droeg tijdens de Players Championship Finals, waar hij de laatste 16 haalde. En we vroegen van, ja, hoe ver gaat Mario komen en wie wordt de wereldkampioen? Als je dat allebei goed had, maakte je kans om een prijs te winnen. En er was eigenlijk slechts één iemand die het via TikTok goed had. En Nee. die heeft de prijs gewonnen. Ja, dat is wel heel knap. Ja, Mario ging helaas natuurlijk in de eerste ronde eruit tegen Thibaut Tricon. En Humphries het wereldkampioen. En dat zei Matteo van Breda. Die zei dat ook. Dus die kan met ons contact opnemen. Matteo, goed gezien. En Ja. nou ja, neem contact met ons op. En dan komt het shirt van Mario jouw kant op. Dat is wel leuk voor hem. Ik vind het Mooi, hè, wel Matteo? leuk dat hij een shirt van Mario wint, terwijl hij moet zeggen dat Mario de eerste volle voet. Ja. Ja, dat is wel Dat een is wel. zure. Ja. Ja, Dat is hij echt heeft. iets van. Ja, sorry, not sorry, weet je wel. Ja, Zoiets. een van de weinigen inderdaad die Mario in de eerste ronde had verliezen. Want veel mensen hadden hem toch wel verwacht dat hij van Tricol zou winnen. Maar ja, dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Nou, is helaas. Helaas. Hij heeft er wel Gelukkig iets voor aan. Matteo. Ja, Nog iemand daar heeft blij hij wel mee. plezier mee. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we eigenlijk nog één prijs die we nog moeten bepalen, Damien. Dat van de challenge. Ja. Wanneer denk je dat we dat. Ja, dat gaan we waarschijnlijk in ons volgende seizoen, mag ik dat toch wel noemen. Want we gaan er nu even een paar weekjes tussenuit. En we zullen, als het goed is, tussen de Toto Dutch Masters en de Masters, zullen we weer terug zijn waarschijnlijk. En dan hopen we hem dan weg te geven. Want we moeten even Oké. contact opnemen natuurlijk met Mastercallen. En dan kijken hoe we dat netjes kunnen verdelen en regelen. Dus die prijs gaat zeker uitgereikt worden natuurlijk. Oké, perfect. Dat was het dan voor nu, beste kijkers en luisteraars. Dan resteert er mij enkel nog, en ons enkel nog natuurlijk, Berry van Peer te bedanken. Berry, bedankt. Alsjeblieft, jongens. Heel Berry, fijn. hartstikke Het was bedankt. gezellig.
En heel veel succes dit jaar op de Tour. Dank je wel, man. All right. Damien, uiteraard, jij ook bedankt. Ja, jij en jij bedankt inderdaad voor al deze afleveringen natuurlijk. We zijn, wat allebei, zijn we denk, allemaal lief. Ja, ja, we zijn denk ik allebei ook wel een beetje dartsmoe. Dus even een paar weekjes hebben we een soort van rust. En dan komen we weer fris en fruitig terug voor een nieuw seizoen met allemaal leuke afleveringen. Absoluut. Ik vind het wel leuk en, dat je zegt dat je dartsmoe bent terwijl je naar Q-School gaat. Ja, ik weet het. Dat is echt mijn laatste krachten zijn dat. Oké, ik wou het zeggen. Weet je wel wat je zegt? Ja. Nog een eindspurtje. Nee, ja. Damien. Geniet in Kalkar van Q-School. Benieuwd wat het daar allemaal gaat leveren. En nogmaals, bedankt Barry en veel succes in 2024 en daarna uiteraard ook. Bedankt beste kijkers van Doubletop. Bedankt beste luisteraars van Doubletop. En we zien en horen elkaar weer snel. Bye bye.